Welkom bij Wild Geraas, een nieuwsprogramma waarin roomblanke mannen als een trein over de gedachtenpolitie heen denderen. Welkom weer bij Wild Geraas. Vandaag beginnen we de uitzending met Nederland, waar het politieke seizoen weer volledig op gang is gekomen. En dat was te merken aan de vurige toespraak van Rijksminister Pieter de Grote Aries Omtzigt van het Nationaal Socialistisch Contract, die direct bij het begin van de speech de mercantilistische neoliberalen met de grond gelijk maakte en begon met het scheppen van een nieuw Dietse volksstaatscultuur en conceptie. Waarin verantwoordelijkheid opnieuw centraal moest staan voor het volk en niet de staat voor de bedrijven moest werken. Daarnaast weerlegde Pieter de Grote de liberale illusie dat we geen demografisch probleem hebben. Iets wat in de NRC, BNR en veel andere parasitaire kranten met veel gekrijs werd beklaagd, maar dan wel zonder enige substantie. Ook ging de toekomstige reiskanselier flink tekeer tegen de complete verkwanseling van het onderwijs. Dat, ondanks steeds meer geld te verorberen, steeds minder resultaten levert en Nederland draaft richting een worteloos, zieloos, neoliberaal barbarisme. Al met al was de toespraak een erg holistisch en erg nationalistisch gebeuren. Het was net alsof iemand uit 2016 een forum opging en daar direct ging van citeren. Het enige wat wel een beetje te betreuren viel, was dat de diepste kern van Omtzigtsvisie nog altijd een soort van liberaal beginsel heeft. Een individualisme dat dan wel van een goed christelijk karakter, dat moet zeker gezegd worden. Ik kreeg het gevoel dat ik naar een ARP-speech aan het luisteren was. En dat was heel erg fijn. Amor. Toch moeten we erkennen dat er een soort van onwil in hem was om het volk echt in te zien als een diep organische eenheid. En dat men zich spiritueel niet op een individuele manier kan stellen en niet vrij is vanaf de geboorte, zoals hij verklaart, maar altijd inherent verbonden is aan een groot geheel. En dat was het enige probleem, namelijk, naar mijn mening, want het begon, de speech was de hele tijd het individualisme neermaaien. Maar toch, aan het einde kon hij niet inzien dat die verantwoordelijkheid waar hij om vraagt vanuit de staat een verantwoordelijkheid is richting het volk. En niet een soort van eenzinnigheidsconceptie van moraliteit. Maar alsnog. Ik ben zeer tevreden met de Rijkskanselier speech. Hij verdrinkt nou minister Blok KKK op deze manier. Ja. Hij maakt dus als een verwijzing naar minister Blok. Ik denk gewoon dat het een shout-out was. Ja. ik had ook vernomen dat het voor de HJ School lezing was. Dus de Hitlerjugend School. Ik vind het opvallend dat de NRC die link toch nog niet gelegd heeft, terwijl ze toch overal nazi's onder het bed zien. Dus. Ja, ik kan niet wachten om binnenkort meneer Omtzigt met een neuspiercing op het podium te zien. Een neuspiercing? Maar daar komen we straks wel op terug. Ja. Nee, het is een beetje zo van, kijk, Omtzigt, het is een type die, als je een goede samenleving hebt, zou hij het goed kunnen onderhouden. Maar hij heeft niet het revolutionair, radicaal karakter om ook een betere samenleving te kunnen scheppen. Want als je dus kijkt naar zijn analyse van de problemen, hij geeft vrij duidelijk aan, ja, het zijn problemen die in de laatste 20 jaar zijn opgekomen. Nou, het gaat natuurlijk een stukje verder terug dan dat. Ja, precies. En ik merk ook heel erg aan zijn stijl en ook aan zijn gevolg, zoals het voor mij overkomt binnen de commentsectie op YouTube, dat het echt heel erg burgerlijke types zijn. In de zin van ze willen niet al te veel chaos of opschudding hebben. Ze willen het allemaal heel netjes en fatsoenlijk gebracht hebben. Maar tegelijkertijd, hij deed dat heel goed. En we hebben nog nooit eigenlijk de middenklasse in Nederland gezien die een soort van zelfreflectie deed. En dit was toch wel een beetje een reflectie. En aan de andere kant, je moet hem ook wel toegeven, er zijn een aantal dingen die zijn wel echt van de laatste 20 jaar, bijvoorbeeld heel specifiek. Hè? Bijvoorbeeld hoe inderdaad, zoals nogmaals, dit was zijn
centrale punt was dat de verantwoordelijkheid werd niet meer genomen, want alles ging naar externe consulaatbureaus, et cetera. Hoe heet die dingen ook weer? Ja, consultants, hè, die dus consultancies ja. Die na 2-3 jaar dus weer vertrokken zijn en dan alle verantwoordelijkheid, ja, die hangt dan zomaar in de lucht, zeg maar. Hè. Ja, die hangt zomaar in de lucht en hij heeft gewoon 100% gelijk dat dit is wel een van de grootste problemen van Nederland is, van niemand neemt verantwoordelijkheid in onze maatschappij voor ook maar iets. Niemand weet waar wat gebeurd is, de rapporten verdwijnen en et cetera. Het is allemaal gewoon, dat is gewoon corruptie eigenlijk. Hè? Dat is gewoon kortzichtigheid gemixt met corruptie. Of het nou incompetentie is de ene keer of corruptie, maar het meeste ook gewoon corruptie. Een rapport verdwijnt niet zomaar, die wordt verwijderd. Om te ontlopen. Of belandt ergens onder de la. Ik denk dat Omtzigt dan maar had moeten luisteren naar zijn premier en naar zijn grote nieuwe vriend Schoof. Die zeiden, ja, de samenleving stuurt zichzelf. En ik ben de samenleving. Ja. Ja. Dat is, ja. Ik wil dat. Kijk, het zit ook gewoon een naïviteit in. Van, we moeten ervoor regelen dat, dat wetten worden getoetst aan de grondwet. Dus MUC Constitution eigenlijk, om het in Amerikaanse begrip te zeggen. Ja, maar kijk, ook daar zit wel weer een positieve kant aan, Victor. Want kijk, het is wel zo van, we hebben nou zo lang rechtsstaat moeten horen. Minstens 8 jaar lang was dat nu aan de propagandalijn een beetje. En de laatste jaar is die vervallen. En dat is eigenlijk om de reden dat iedereen inziet van, ja, wacht eens even. Bedrijven, de regering wordt niet aan de grondwet gehaald. Eigenlijk alleen burgers worden eraan gehaald, aangemerkt. En dan heb je dus niet echt een grondwet, dan heb je gewoon burgerpesten. Weet je, om het zo kleinzielig mogelijk te stellen, want ik vind dat altijd een beetje vervelend wanneer populisten zeggen, het is maar burgerpesten. Maar eigenlijk is dat wel waar het op neerkwam. En kijk, ik vind dit een kutconstitutie, maar het feit dat wij eraan gehouden worden en de regering niet, is eigenlijk ook al heel vervelend. Daarnaast, hij gaf ook aan van, de constitutie kun je over meerdere jaren veranderen. Dat heeft hij ook gewoon gezegd. En dat is ook al gebeurd. Meerdere malen. Dus kijk, al in al, hij bleef bij de liberale morele, laat ik het zo zeggen, morele kant. Maar hij gaf wel ons volledig gelijk in de zin dat, ja, je kunt de hele maatschappij eigenlijk inrichten en veranderen zoals je wil. En men moet gewoon verantwoordelijkheid nemen. Want anders dan verkoop je je maatschappij aan de internationale bedrijfjes en klikjes en de ditjes en de datjes. En zo, nogmaals, hij heeft meerdere malen gewoon neoliberalisme de schuld gegeven voor de stand van zaken nu. En dat was gewoon echt goed hoor. Dit was gewoon echt een witte pil. Dit was echt gewoon een fijn moment. Ik had echt euforie gewoon. Ik had gewoon het gevoel dat we eigenlijk ook weer een soort van Nederlandse politieke stelsel begonnen te krijgen. Eventjes had ik dat gevoel. Waarin, daar heb je bijvoorbeeld wel zo'n moreel persoon zoals Omtzigt, die inderdaad heel emotioneel is, et cetera. En misschien niet echt een politicus is, maar wel, ik haat dat woord, ik moet gewoon staatsman zeggen. Niet echt een staatsman is, maar wel een heel efficiënte bureaucraat voor het volk. Dus wel iemand die altijd zegt van, ja, maar de staat is weer hypocriet, de staat is weer dit. En kijk, nogmaals, ik hou misschien niet altijd van zijn morele kanten en zo. Daar zijn we het misschien niet om eens. Maar het is wel in zijn kern een goede bureaucraat. Hè? Het is een man die wel echt gewoon alles goed wil doen. Volgens de cijfertjes, volgens de nummertjes. En hij wordt gelijk emotioneel als dat niet gebeurt. Ja, ik had geluisterd. Ik had gewoon zonder beeld had ik geluisterd naar de lezing. En ik had vernomen dat op beeld daarna te zien zou zijn geweest hoe Omtzigt met een honkbalknuppel een reeks poppen van Thatcher, Reagan en Lubbers langs ging en allemaal stuk voor stuk de hoofden eraf sloeg. Nou ja, verbaal gezien was dat wel een klein beetje het geval, hè? Ja, maar het is inderdaad zo, om even op de grondwet terug te komen, hè. Die is al vele malen aangepast, hè. Dat beruchte artikel 1, hè, van dat iedereen in Nederland op de gelijke manier moet worden behandeld en dat discriminatie verboden is, dat is er rond 1985 ingekomen. Hè. Voordien was dat eerste artikel dat de staat niet mocht discrimineren naar de burgers. Met andere woorden, dat de staat, zeg maar, de burgers gelijk moest behandelen, dat ze een rijke man niet beter zouden moeten behandelen dan een arm man. Daar kwam het natuurlijk vaak op neer. Maar dat hebben ze helemaal omgegooid, dat ook de burgers elkaar nu voorkomen, ja, gelijkwaardig moeten behandelen, ook al is er geen gelijkheid, zeg maar. Dus Omtzigt heeft helemaal gelijk, de grondwet die is aanpasbaar en is ook al vele malen aangepast en altijd in een richting die voor ons ongunstig heeft uitgepakt. En dat ze zo keurig zijn, die NRC'ers, ja, dat komt denk ik toch voor een groot gedeelte
Omdat dat eigenlijk de katholieken zijn van het CDA. Hè? Dus het CDA is eigenlijk gekaapt door de linkse protestanten, sorry Jan. En de katholieken die altijd toch wat bedaagder en wat rechtser waren en wat rustiger. En ja, die zijn eigenlijk allemaal bij het NSC terechtgekomen, lijkt het. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar toch een goed Nederlands gevoel bij had, Jan. Het is eigenlijk ja, van acht uit de jaren tachtig of zo, zeg maar, hè? Ja, nou, nee, maar kijk, er zijn van die momenten, en dit was zo'n moment, daar had ik het gevoel alsof je bijvoorbeeld gewoon een normaal, natuurlijk, organisch politiek stelsel in Nederland had. Tot op zekere hoogte. Er was dus nog wat corruptie van dit externe anglo-liberalisme, laat ik het maar zo noemen. Maar nogmaals, ik vond zijn karakter vond ik gewoon echt een lieflijke, ja, zou je zeggen, een beetje katholieke bureaucraat, die gewoon alles... Die gewoon zegt van, ja, waarom neemt niemand de verantwoordelijkheid? Maar dat gaf me gewoon echt een goed gevoel wel, hoor. Van, wij kunnen een morele republiek met meerdere politieke stromingen zijn, dat alsnog voor het volk dient. Dat gevoel kreeg ik even bij. En dit is waarom ik altijd een beetje hak op, het gaat meer om de mythologie dan de specifieke vorm van de staat of de oligarchie, zeg ik dan liever. Het maakt niet echt uit hoe dat allemaal werkt en de specifieke functies en welke hendel je omhoog doet en welke knop je wel niet aan hebt staan. Maakt allemaal niet heel veel uit. Het maakt gewoon dat dit soort toespraken, dit soort gedachten zogezegd in dit soort mensen komen. Want dan krijg je weer dat natuurlijke organische stelsel terug. Als die mythologie maar bij iedereen klopt, dan is het goed. En dat begon hier. Hij begon het neoliberalisme te verwerpen. Hij begon echt te zeggen. Kijk, dan gaat het gewoon de goede kant op in Nederland. En dan kunnen we spreken dat we in ieder geval in de gedachten van de mensen aan het winnen zijn. Ja, dus oftewel de terugkeer van de Rijnland-model-mythos. Maar dat zei hij zelf ook, geloof ik. Hè? Oh nee, hij verwees naar het Rijnland-model. Ja, nou kijk, precies. Het is gewoon overwinning. Dan wel, in ieder geval in de mythologie van deze mensen, laat ik het zo zeggen. Hij moest toch ingeven daarop. En dat is gewoon een overwinning. Dat is iets waar ik nog niet verwacht had op 2015, 2016 hoor. Ja, weet je, en het is ook zo, als ik dat zo allemaal hoor, dan is juist bij NSC eigenlijk een meer Nederlands gevoel dan bij de PVV. Opvallend is dat, hè? Dus dat op deze manier eigenlijk... Nou, als je dat zo bezig hoort, dan denk je zo van, goh, NSC past eigenlijk beter bij ons dan PVV, die ja, toch altijd misschien een paar goede standpunten heeft, maar toch altijd een beetje een vreemde eend in de bijt is. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook gewoon, wij hebben altijd gezegd, denk ik wel, van, kijk, de kern van bijvoorbeeld een AEP vroeger was gewoon al heel goed. Het miste gewoon een paar stukjes. Bijvoorbeeld gewoon een kleine realiteit van sociaal darwinisme, een stukje maar. Hoeft niet rabide, we hoeven niet gelijk de mensen neer te maken. Maar gewoon de stukjes begrijpen van hoe volken werken. En gewoon de organische gedachten moeten gewoon inkomen. Maar daarbuitenom heb ik nooit de problemen gehad met een ARP of wat dan ook. En voor de rest, kijk, wat we in Nederland bijvoorbeeld weer missen, is bijvoorbeeld een stukje VNH, denk ik. Maar misschien kan die ook wel gevormd weer worden. Dat lijkt mij ook een natuurlijke sprong. VNH? Ja. Wat is dat? Verbond Nationaal Herstel. Oude partij ook rond 1920 of zo. Ah, oké. Maar dat was zogezegd een natuurlijke organische militaire kliek in Nederland. Maar dan bedoel ik dat op een positieve manier. Dat was dat. Maar de reden dat die bijvoorbeeld zo slecht deed in Nederland is omdat iedereen zat in Indonesië te kutten natuurlijk. Dus ja. Dat is heel jammer. Dat vind ik gewoon jammer. Onze focus op Indonesië heeft ervoor gezorgd dat de natuurlijke conservatieve, weet je wel, die revolutionair conservatieve kant in Nederland was altijd ja, letterlijk weg uit Nederland. Gewoon letterlijk weg in de koloniën. Dus ja, dat is jammer. Dat stukje moet bijvoorbeeld ook weer hervormd worden. En we moeten gewoon toe kunnen geven bijvoorbeeld. Want aan de ene kant had ik zoiets van, hij zit te kukken op het slavernij en zo op een bepaald moment. Tegelijkertijd denk ik ook wel weer van, ja, dat heeft Nederland eigenlijk niks gebracht dan kanker op lange termijn. Ja, de slavernij. De slavernij, maar ook kolonialisme was eigenlijk ook niet gewoon. Het begon met een goede investering om de oorlog in het zuiden zogezegd te sponsoren en deels te winnen. En daarna werd het een soort van neoliberaal kankerproject gewoon. Waarin steeds meer ging naar bepaalde families die geld eraan verdienden. En dan vervolgens de Nederlandse staat die infrastructuur op zat te bouwen in Indië. Dat nooit meer terugkwam natuurlijk. Want ik bedoel, dat gaat een keer verloren.
Ja, dus zeg maar als handelspost van de VOC was het een redelijk tijdelijke oplossing. Dat is gewoon een tijdelijke oplossing, ja. Meer moet je niet zien. En ja, daar zit ook heldhaftigheid in, maar er zit ook een soort van ding van dat project is op zichzelf gaan lopen in plaats van te dienen naar het volk. En dat is een probleem. Ja. Nou, dus al met al heeft NSC zich dan toch een beetje gerehabiliteerd in mijn ogen, moet ik zeggen. Ik dacht eerst zo van, nou, het is allemaal erg een verzameling van CDA'ers zonder ruggengraat, maar nou, daar blijkt toch wel wat in te zitten. Dat is fijn om te horen. Ja, ik snap dat jullie nu helemaal zijn van omzicht is er ziek, of hoe zal ik het zeggen, omziek. maar ik wil toch een beetje terugduwen erop, want kijk, als je bijvoorbeeld luistert naar hoe hij praat over de problemen in het onderwijs, de achteruitgang in de leesvaardigheid en het kritisch denkvermogen, dan zegt hij zo van ja, er gaat eigenlijk al veel geld naartoe, maar nog niet op de juiste manieren. Hij weigert te kijken naar sociobiologische patronen en dysgenetische problemen die onderliggend zijn voor de problemen in het onderwijs. Ik ken bijvoorbeeld wel gewoon simpele zaken van, oh ja, de migratie met een groot deel van Nederlanders die als niet Engels eerste taal het Nederlands in het huishouden gebruikt, dat een probleem is, maar dat is nogal wel laaghangend fruit. Maar hij schijnt alsnog wel een beetje het idee te hebben van, oh, zoals we al een paar maanden geleden terug hadden over bijvoorbeeld Amsterdam, een gemeente Amsterdam, die dan denkt van ja, we maken gewoon voor jongeren de bibliotheek gratis en dan zal wel bijdragen aan het oplossen van het leesvaardigheidsprobleem. Dan gaat het vanzelf. Ja. Nee, dat klopt wel. Maar kijk, weet je wat het is? Hij moet gewoon hij moet dit dan zeggen en dan moet dat misschien ook een keer falen en dan moet hij gaan denken van ja, oh fuck, de sociaal-darwinisten hebben weer gelijk. Falen? Het faalt al decennia, dit soort beleid. Ja, maar niet onder hem. Misschien is het gewoon, kijk, want nogmaals, hij is wel een autist. Hè? Hij is een emotioneel autist die wel altijd zijn fouten inziet tot nu toe. Dat merk ik wel aan hem. Dus laat ik het zo zeggen, normaal gesproken zou ik inderdaad helemaal negatief erop zijn dan op dat soort momenten. Nu ben ik dat niet. Daarnaast, hij zei ook van, er werd nieuwe lesgevingsvormen in één keer bedacht en zo door de Nederlandse instituten. Maar die hebben dan vervolgens geen testen gedaan, geen praktijktesten gedaan, geen rapporten uitgebracht. Die hebben daar gewoon. Oh nee, inderdaad. Ik wil even terzijde gewoon, alhoewel ik denk dat die achteruitgang een kwestie, dus liggen genetische redenen erbij. Dat het Nederlands onderwijs gewoon een pot nat is. Ja, nee, maar kijk, het gaat bij Blanken ook, dat vond ik ook mooi van hem. Hij deed het sociale gelijkheidsbeginsel, dat wij als nationalisten tot op zekere hoogte ook hem. Hij begon in één keer over hoe de vroege HBO of zoiets wat het was. HBS. Ervoor zorgde dat jongeren van anderzijds lage opleiding en lage afkomst wel naar een gymnasium doorgestroomd konden. En zo. En dat begon hij allemaal als kracht op te noemen. En ik had zoiets van, oh, de euforie die ik krijg, man, toen ik dat begon. Ik had eigenlijk zoiets van, de doorstroom van het platteland juist naar de hoge bureaucratie, dat is belangrijk. En ook bijvoorbeeld, kijk, en nogmaals, het was niet alleen maar dat. Hij had het over dus ook die schoolmethode die ongetest in één keer doorgevoerd werd. En dat was gewoon, zoals wij dat kunnen zeggen, dit was een stukje cultureel marxisme eigenlijk als schoolmethode. En dus kijk, er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant, hij kan nog steeds niet alles benoemen zoals het is. Aan de andere kant, hij benoemt wel heel erg veel. Echt wel heel erg veel dat gewoon doorgevoerd is en foute dingen en zo. Dus kijk, als wij weer naar een wat gedisciplineerde katholieke vorm van scholing gaan, die telkens weer beter scoort, want ik weet niet of hij dat in de speech zei of dat hij dat een paar weken van tevoren heeft gezegd op een gegeven moment in een opinieartikel, want hij heeft een keertje zoiets gezegd, dat weet ik wel, dat hij gewoon naar de cijfers wees. Maar ja, kijk, dan vervolgens komt ook weer een deel van de sociaal-darwinisme terug. Ja, wie zit er op katholieke scholen en wie zit er op die andere? Dus kijk, er zitten twee kanten aan natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik denk wel dat die katholieke scholen gewoon een gedisciplineerde, betere scholing ook inherent zijn. Snap je? Ik denk wel dat gewoon echt beter is. Omdat er gewoon een lijn vast in zit, et cetera. En je zit niet zo liberaal te nuilen en je krijgt niet van die rare doctrines opgelegd. Dus er zitten wel twee kanten aan. Hè? Je kunt wel wat sturen op de jeugd. Ja, nou, ik denk dat je een beetje te positief beeld hebt van de gemiddelde katholieke school, helaas. Het zijn eerder de protestantse scholen die wat strenger omgaan met alles. Dus ik zou als katholiek eerder de protestantse scholen aanbevelen. Ja, maar er zijn er niet veel van, dat is het probleem. Oh, ja, okay, we moeten...
we moeten het natuurlijk ook nog hebben over de ware faam van deze lezing. En dat is dus dat blijkbaar wil Omtzigt blonde meisjes in graanvelden gebruiken als broedkippen voor het herpopuleren van heel de wereld. Of zo schrijft in ieder geval de NRC. Nou, de NRC heeft af en toe goede ideeën. Dat kijk, ik was al in de euforie van Omtzigt, maar nu ben ik gewoon beangstigd, man. Ik bedoel, ik zit hier, ik wou een lieflijk nationalisme en ik kreeg NRC die gewoon gelijk aankomt met de eindtijds de doelstelling of zo. Maar als dit niet gedaan wordt, dan gaat alles fout, jongens. Nou oké, mijn beste NRC, je krijgt je hulp. Tijd voor de Lebensborn faciliteiten van het NRC. Ja, honderden vogelzangscholen worden opgezet in de Sallandse heuvels, direct geleid door NRC. Ja, en volgens mij bracht hij ook als argument naar voren, ja, een van die ABBA-meisjes die was er van geboren. Dus ja, dat uiteindelijk bracht het toch wel wat goeds, hè? Dan is jouw definitie van het goede wel vrij ruim, als er ook ABBA onder valt, alhoewel, ik zal niet flauw zijn, het is wel aardig. Nee, maar ook om eventjes, waar hij bijvoorbeeld ook naar verwees, was dus de impact van de woningcrisis, de crisis in de huizenmarkt, op het geboortecijfer. Dus en ja, daar maakte hij wel een reeks sterke punten bij. Alhoewel, het is niet alleen een kwestie van gewoon simpelweg weer goedkopere woningen hebben. Maar het is wel zo van, als je dus zou kijken naar, we willen naar boven de 2.0 per vrouw komen, dan draagt het er wel aan bij. Bijvoorbeeld in Zuid-Korea waren ze de laatste paar jaar bezig met het bouwen van een nieuwe hoofdstad ten zuiden van Seoul, genaamd Sejong. In Seoul is op dit moment het geboortecijfer 0,64. Dus dat is gewoon catastrofaal. Terwijl in Sejong, ja, nog niet perfect, maar het is wel een hele verbetering, is dat het dubbele van Seoul met 1,28. Nou, dat is ook wel weer... Dat is 0,6. Nee, maar dus dat is geweldig, want je zegt een verdubbeling, dus dat gaat niet eens om 0,6. Het is gewoon, bijvoorbeeld, kunnen we de Nederlandse verdubbelen? Waar staat dat nu ook weer? Ik weet niet of je dat helemaal zo kan doorhalen, maar het is inderdaad wel waar dat wel een paar decimale punten omhoog kan worden gezet als we weer normaal woningleven hebben. Ja, en kijk, weet je wat het is met woning altijd? Het is wel een van de... Want er zijn niet veel economische cijfers die echt, zogezegd, de fertiliteit verhogen. Maar dat valt erg tegen. Dat is waarom ik altijd een cultureel aansturing belangrijker vind. Maar als er een cijfer is die dat wel doet, dan is het bijvoorbeeld woning. Maar dan is het niet alleen woning direct. Dan is het de leefbaarheid rondom de woning. De manier waarop je een kind kan laten opgroeien, et cetera. Dus, en vaak de reden dat het hoger is bij dit soort nieuwe... gemeentes, dit soort nieuwe steden, dit soort nieuwe frontieren eigenlijk is. Omdat gelijk krijg je een heleboel investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe school die er gelijk bij opgebouwd wordt. Een nieuwe dit, een nieuwe dat, een nieuwe park. Alles wordt gelijk, zogezegd, goed gemaakt voor een gezin. En dat denk ik, het is een beetje die totaal cocktail die echt wat uitmaakt, denk ik dan, hè? Ik heb ook een artikel gelezen inmiddels. Ja, ik heb ook een artikel gelezen inmiddels dat diversiteit nadelig is voor het voor het geboortecijfer onder blanken. Dus ik kan me voorstellen, nou ja, dat geldt in Korea dan waarschijnlijk niet, tenminste. Maar ik denk dat hier toch ook wel een factor kan zijn. Je ziet ook dat veel gezinnen met kinderen, die trekken de stad uit en die gaan dan ergens in Noordoost-Groningen zitten of iets dergelijks. Dus dat heeft niet alleen te maken met dat er relatief nog enigszins betaalbaar wonen is, maar ik denk ook doordat er minder diversiteit is. Zeker, zeker. Nee, maar kijk, dat hoort ook gewoon bij die leefbaarheid cocktail is van, voel ik me thuis? Heb ik medemensen in de religie bijvoorbeeld, ook heel belangrijk. Hè? Vaak, kijk, wij zijn niet zo dat we heel hard een bepaalde religie gaan voordragen hier. Maar de realiteit is wel van een maatschappij waar niet gemeenschappen zijn. Waar gewoon één religie gewoon gestandardiseerd is in die gehele gemeente. En waar dat gewoon vooruitgedragen kan worden met trots en zonder angst. En gewoon dat men daar veilig in kan voelen. Dat zijn de belangrijkste dingen aan leefbaarheid. En vaak, nogmaals, bij zo'n nieuwe frontier, dus een nieuwe stad, een nieuwe gemeente als die gemaakt wordt, zie je dat een bepaalde groepering van mensen daar heel snel intrekt. Allemaal zijn ze aardig vergelijkbaar.
En ik denk dat, omdat ze allemaal aardig vergelijkbaar zijn, allemaal tegelijk nieuw intrekken, dan krijg je gelijk een soort van nieuwe stand die erop gebouwd wordt. En dan heb je dus allemaal heel veel gemeen met elkaar. En dat helpt denk ik heel erg. Dan heb je eigenlijk dus 0,0 diversiteit. Maar dan bedoelen we niet alleen diversiteit in de raciale zin, maar ook zelfs diversiteit gewoon niet. Gewoon homogeniteit, ook binnen de... Iedereen stapt gelijk hier in zo'n gebied. Iedereen heeft hetzelfde geloof, min of meer. Want nogmaals, je ziet vaak instaps, dat soort gemeenschappen die opgebouwd worden in één keer. Die hebben allemaal, dat zijn vaak mensen die uit één gemeenschap die keuze maken vaak. Om daarheen te gaan. Om eventjes nog iets te onderbouwen. Dat artikel waar ik het over had is verschenen op 1 juli 2024. Geschreven door ene Gurun en Salomon. En in dat artikel toont ze dus aan dat in de Verenigde Staten diversiteit duidelijk leidt tot een lager geboortecijfer. Dus. Ja, waar ik trouwens ook nog over wil veel verder gaan. Ja, ik moet toch een beetje afstand nemen van de extremere uitspraak van Omtzigt. hij had het er dus ook over dat elke Britse expat die in de grachtpist van Amsterdam gewoon direct op locatie daar een lantaarnpaal moet worden opgehangen. Hij sprak over... Hij had het over TED, oftewel Total Expat Death. Hij zei, ja, de expat-kliek die de Nederlandse studentensteden heeft overgenomen, moet eindelijk een keertje schoongeruimd worden. Dus weten we al wie de ijzeren kanselier zal zijn? Die Pieter Omtzigt gaat benoemen, die net als in Sicilië de hele bende opruimt daar. Weten we dat al? Heeft hij daar een opmerking over gedaan? Nee, maar hij kan me er wel een appje over sturen. Ja, ik stel mij ook vrijwillig aan. Ik zal de grote uitruiming graag. Jij stelt je vrijwillig. Ik zal elke stinky expat naar huis sturen. Naar home sturen. Ja, oké, okay, maar dat waren ook gewoon goede punten die hij maakte. Ja, al die expats die kunnen gaan stapelen. Krijgen alle voordelen. De universiteiten hebben sterke incentieven om al die mensen ook aan te trekken. Om daarmee ook gewoon het Nederlandse verloederen als leidtaal binnen ons gebied. Ja, en geld in te harken. Het is gewoon puur studentenkapitalisme. Een soort van systeem dat door de regering is opgezet, dat ervoor zorgt dat deze instituten, of ze nou met de regering direct hebben, of zo'n LOE-bullshit of zo, dat soort aparte. Ze hebben allemaal gewoon zoveel mogelijk mensen aantrekken. En dat doen ze dus. Dan worden ze dus ten eerste al creëren een internationalisering van het onderwijs. Waarmee waarschijnlijk de kwaliteit trouwens ook naar onderuit gaat, maar alsnog. Maar het is ook gewoon al die basisbrugjes binnenharken en zo. En de realiteit is, als jij een student in Nederland gaat zijn, dan moet je gewoon de Nederlandse maatschappij betalen voor het feit dat wij een heel onderwijssysteem hebben van hoge kwaliteit voor ons volk. En als jij daarmee... Kijk, ik vind het best goed als mensen daar zogezegd aan mee willen doen. Ja, als ze een Leiden willen gaan studeren, vind ik eigenlijk niet heel erg. Ik ben niet een soort van totale... Ik ben geen Nederlander, ik wil geen Noord-Koreaans Nederland of zo. Maar ik wil wel dat mensen gewoon eerlijk goed betalen als zij van hoogwaardig onderwijs gebruik gaan maken. En daar moet dan niet een soort van basisbeurslening aankomen. Dat moet gewoon allemaal niet. Je betaalt gewoon de volle som. Zonder hulp. Einde van het verhaal. Ja, ho ho ho. Dan moet je ook de belastingtarieven aanpassen. Want de overheid neemt natuurlijk heel veel geld af. En mensen zijn niet in staat om 100.000 euro te betalen voor een opleiding. Laten we wel wezen. Dus dan moet je ook aan de belastingkant behoorlijk wat veranderen. Ja, maar ik zeg dit voor expats. Oh, voor expats, ja. Ja, ik ben dat zeg ik niet voor de Nederland. Ik zeg voor als een externe wil studeren in hoogwaardig onderwijs van Nederland, ja, dan ga je gewoon dokken, man. Ja. Nee, maar je had het over basisbeurs. En de basisbeurs is alleen voor Nederlanders, hè? Nee. Ja. De expats moeten zo... Nee, de expats moeten ook een veel hoger collegegeld betalen. Hè? Dan kom je toch in de orde van 20.000 euro. Ik dacht dat sommigen er ook zogenaamd recht op hadden. Dat is wel zo. Nou, dat zou een uitzondering moeten zijn. Maar in principe, waarom willen de universiteiten zo graag buitenlandse studenten? Omdat die heel veel collegegeld betalen. En want dat geld van de overheid krijgen ze toch wel, weet je? Dus dan kunnen ze leuk mooi weerspelen daarmee. Dus de financiering van de universiteiten, die moet anders. Want anders heb je dus een perverse prikkel om zoveel mogelijk internationale
halen. Wat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Want dat steenkolen Engels wat de gemiddelde docent dan moet spreken. En heb ik niet over Nederlands, niet alleen over Nederlands. Maar ook over al die buitenlandse docenten die ze aantrekken. Ja. Dat leidt niet tot een betere opleiding. En dan zijn er natuurlijk in de harde wetenschappen wel redelijke uitzonderingen te bedenken. Maar het is idioot natuurlijk dat als je in Amsterdam bijvoorbeeld Nederlands gaat studeren, dan is het onderwijs in het Engels. Hè? Dus dat zet de zaken totaal op zijn kop. En, dus de financiering, dat is een heel belangrijk stuurmechanisme, dat moet echt anders. En ja... Als Pieter Omtzigt wat dat betreft goede idee heeft, nou, dan is hij zeer welkom. Ja, ja en en om even verder te gaan, waar de universiteiten dan al dat geld aan uitgeven, is bijvoorbeeld het beleid waardoor, zoals onlangs bekend werd gemaakt, de helft van de rectoren van de Nederlandse universiteiten nu vrouw is. En er ook meteen bijvoorbeeld in het NRC werd doorgeroepen om extra vaart te maken bij het omvolken, verhuld onder het begrip minder wit maken van de universiteiten. Nou, nu geen dag verliezen zonder dat iemand van de faculteit ongesteld is, zowel bij mannen als non-binair neem ik aan, nemen we maar ook eens een kijkje naar de schepsen die onze wijzer moeten maken. Neem bijvoorbeeld Brigitte M. Keizer, onlangs aangesteld als professor vergelijkende literatuurwetenschap, die, en ik citeer, geïnteresseerd is in vragen zoals hoe het moderne idee van de zelf is verweven met koloniale othering. Dus... weer een steenkolen Engels ertussen, en het paradigma van de nazistaat. En hoe experimenteren fictie en poëzie bijvoorbeeld met alternatieve, feministische en ecologische verhalen over identiteit? En dat was een van de initiatiefnemers, toch? Om te zeggen dat de universiteiten minder wit moesten worden. Ja. Ik bedoel, dat is trouwens helemaal geen verhulling, hè? Minder wit betekent gewoon minder blanke, minder Nederlanders. En... dat is gewoon ronduit racistisch, om het zo maar eens met een modieus woord aan te duiden. Er is helemaal geen verhulling bij, maar dit is racisme dat kennelijk goed ligt in de markt bij die mensen. Dus ja, nou ja, om zich moet hier achteraan, toch? Ik bedoel, hij wou ze echt rechtsstaat en mensen van bijvoorbeeld de regering of instituten aanpakken ook weer. En niet alleen maar burgertje pesten. Nou, hier hebben we een instituut. Met daarin een waarschijnlijk hoog opgeleid, oftewel hoog ingedoctrineerd persoon. Pak hem aan, zou ik zeggen, Omtzigt. En voor de rest, ik wou nog wel één ding zeggen eigenlijk hoor. Want met betrekking bijvoorbeeld internationale. Kijk, wij hebben een probleem dus dat we eigenlijk Nederlands weer op de kaart moeten zetten. Van de laagste school tot de hoogste. En eigenlijk heb je dat in Vlaanderen ook al een beetje een probleem. En... kijk, als Omtzigt echt een olijfstak zou willen doen, en dat betwijfel ik ten zeerste dat hij dat gaat doen. Maar het zou leuk zijn als we met Vlaanderen samen hier weer aan kunnen heropbouwen. En misschien ook eens een keer even een kijk. Want ik kijk heel vaak naar die taalinstituten en zo. En ik vind het gewoon gekanker. En dan krijg je heel veel Engelse woorden die niet eens een soort van poging tot vertaling wordt gedaan. Die worden gewoon overgenomen in het woordenboek en zo. En ik denk dat het tijd is voor een echt groot nieuw Nederlands woordenboek. En daar moeten een aantal Vlaamse termen bij komen, waarschijnlijk om bepaalde Engelsen bijvoorbeeld te kunnen vertalen. En andersom ook wat Nederlandse voor de Vlamingen, et cetera. Er moet gewoon een soort van groot Diets woordenboek komen. En daar moeten die twee staten, ja, België is dan eigenlijk de staat, maar alsnog, daar zijn we natuurlijk niet mee eens. Dus de Vlaamse staat en de Nederlandse staat moeten gewoon samenwerken en dat samen ook weer opzetten en één groot... ja, taalinstituut en onderwijs opzetten. Want anders denk ik ook niet dat we genoeg macht hebben, zo gezegd, als taalgroepering om te overleven en echt ook intern de druk te houden, et cetera. Want de druk van buiten is natuurlijk heel groot. Ja. Je ziet zoveel advertenties in het Engels, daar word je helemaal niet goed van. En het valt op een gegeven moment niet eens meer op. Hè? Je raakt er zo aan gewend. Dat is ook die onbewuste programmering die in de reclameuitingen met name tot uiting komt. Hè? Je ziet ook nooit meer blanke mannen bijvoorbeeld in de reclames. Dus ik denk... maar goed, er zijn natuurlijk wel taalinstituties... maar ja, die zijn inderdaad helemaal gekaapt, net als alle andere academische instituties. Ja, of gewoon niet gesponsord. Want er zijn er ook een aantal die zijn dan wel weer aardig goed. En die krijgen gewoon geen geld of zo. Denk bijvoorbeeld aan Taaldacht.
Ja. Nou, dat is een goede website, absoluut. Ja, ja, het is een goede, zeker een goede website. Ik bedoel, ja. Website zeggen we dan, hè? Webstack, dat is een goede webstack? Vertaling voor website. Nou, webstack kan, en ik heb nog een andere gehoord, die is een beetje plechtstatig, websteden. Een steden is een oud woord voor plaatsen, een websteden. Maar goed, webstack vind ik eigenlijk een goede vertaling, moet ik zeggen. Oké, en Jan, ik geef je nu ook de ruimte om te gaan ranten. Of ja, hoe zal dat? Is de goede Nederlandse woord daarvoor, voor ranten? Voor ratelen, om te ratelen over de MBT. En hoe zou je dat weer naar het Nederlands kunnen betalen? De Main Battle Tank, de standaard gevechtstank? Nou ja, kijk, dat is op zich leuk, maar de standaard gevechtstank is dan meer een medium tank. En dat is niet meer van onze tijd eigenlijk, hè? Dus ja. We kunnen natuurlijk een heel groot woord verzinnen, bijvoorbeeld hoofdslagtank of zo. Hoofdslagpans. Maar dat klinkt wel heel cool. Hè. Volgens mij, ja, het recente nieuws vanuit de Defensienota 2024 dat Nederland weer 50 tanks krijgt, dat boeit jou niet zoveel. Nou, jawel. Ik bedoel, kijk, ik ben altijd voor het feit, kijk, wat we tot nu toe hadden, hè, is de leaseplannen en zo. En daar heb ik wel een heel groot probleem mee, hoor, met het leasen van pansers. Maar trouwens, ik wou nog wel even zeggen van de Nederlandse traditie met panzerbenoeming zou eigenlijk weer terug moeten gaan naar dezelfde als de Engelsen hebben. En dit is de enige keer dat de verbintenis met Engeland wel natuurlijk is. Namelijk dat omdat wij allebei een zeemacht meer zijn van nature, hè, hebben we bijvoorbeeld de Engelsen hadden de kruisertank bijvoorbeeld als een type vorm, hè. Etcetera. Dus dat moet ik zeggen, dat zou ik graag ook weer bij Defensie een keer terugzien. Dat we weer terug naar dat soort benoemingen gaan. Maar dat ook eens moeten zijn. De fregattank of zo? De fregattank? Nee, maar bijvoorbeeld gewoon een slagtank. Slagpanzer bijvoorbeeld. Maar dat is, ja, dat is wel heel goed. Ja, dat klinkt ook leuk, maar dan kom je meer vanuit de vlootkant. Dan ga je kijken naar panzers meer als schepen op het land. Maar dat is zijde. Dus jij wilt de oude blauwdrukken afstoffen en dan wil je weer de P1000 rattentank gaan bouwen. Misschien. Nee. Maar wat even gezegd moet worden, onze lease is gewoon heel dom. En kijk wat je krijgt met lease. Zelfs als je een onderhoudsploeg hebt, voor al die tanks wel nog zelf. Maar daar heb ik ook geen info voor de rest in mijn over. Als je dat niet hebt, is het maal erg. Hè? Want je moet die dingen eigenlijk in een echte oorlog zelf onderhouden. Daarnaast in een echte oorlog, wat gebeurt er met een lease tank? Nou, die nemen de Duitsers gewoon terug natuurlijk, als de nood aan de man komt. Dus dat hele proces slaat eigenlijk nergens op. Vervolgens heb je ook niet dat je eigen jongens echt heel veel aanpassingen erop kunnen doen. Elk korps moet gewoon voor haar eigen missie aanpassingen doen aan haar eigen voertuigen, panzers, alles zelf invullen. En dat is eigenlijk ook... Ja, dat is gewoon normaal. Hè? Dat is hoe het hoort. Maar dat krijg je ook niet echt met een lease tank. En dan krijg je ook niet echt dat je eigen doctrines uitwerkt. Het is gewoon kanker op alle vormen, laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk een vernietiging van je eigen soevereiniteit. Desondanks dat ik voor de rest heel erg voor een pro-Duitse samenwerking ben. Maar niet op deze manier natuurlijk. Dit kan gewoon niet. En dan vervolgens denk ik van, heeft de Nederlander echt veel aan tanks? En vooral deze vormen, in dit idee, deze doctrine van de main battle tank. Want de Leopards doen niet zoveel, hè, in Oekraïne, naar mijn mening. Maar andersom natuurlijk de Russische, wat is het allemaal, de T2, wat is het eigenlijk? Ik kan het nooit onthouden. T72 volgens mij. Ja, toch wel 72, ja. Dus ja, whatever. Volgens mij hebben ze ook een paar T55 of zo op een gegeven moment afgeschaft. Het is allemaal lachen, maar... In Syrië werden er nog TD-34's gebruikt. Oh, dat kan wel. Kijk, weet je, het verschil is, in Syrië heeft een tank natuurlijk heel veel nut, hè? Want ik bedoel, lange afstanden, echt, daar heb je echt nog die grote woestijnen waar het nog nut heeft. En ik kan bijvoorbeeld in Kazachstan misschien ook nog wel zien dat tanks veel gebruikt worden, dat snap je wat ik bedoel. Maar zodra je bij steden komt, of bij de modderfelden, of bij de grote wouden in het oosten van Europa, is gewoon allemaal niet waardig. En in Nederland is het normaal verstedelijking. En hoe wil je daarmee verdedigen? En dan denk ik van, kun je niet beter een soort van... Voor de vuurbrigade snap ik dat je bijvoorbeeld wel wat panzervoertuigen wil, maar dan doe je toch een wieselachtige type, of dan doe je zo'n oude... We hadden vroeger van die experimentele verkenningsvoertuigen, en dan gooi je daar een paar goede kanonnen op, tezamen met een paar antitankraketten. Is toch allemaal veel beter? Waarom moet er altijd zo'n lomp aan staal zijn? En
Wat heb je daar? Kijk, die doorslagkracht die is er gewoon niet meer. Want zodra het met enigszins lijninfanterie, zogezegd de stoottroep en zo aankomt. Het is gewoon voorbij, man. De infanterie wint praktisch alles nu. En dat is als je al bij de infanterie komt. Want tegenwoordig heb je een drone. Die ziet dat ding van mijn ver aankomen. Die zegt van, oh kijk, een lijn aan tanks. En dan heb je gelijk een artillerie systeem. Die daar van 30 kilometer afstand of meer zelfs. Ik bedoel tegenwoordig, wat is de max nu? 60 ongeveer, geloof ik, voor de PZH-systemen, et cetera. Met van die, dan heb je van die dubbele munities, weet je wel. Dan heb je een tweede lading springstof die de echte kogel afschiet, et cetera. Ik weet niet precies hoe dat moment werkt. Ga ik ook op niet uitleggen, boeit niet. Maar het omgaat het gewoon van, die maai je tanks neer. En vaak niet eens om de directe hit, hè. Je hebt gewoon mission kills, missievernietiging. Gewoon dat zo'n toestel gewoon kapot gemaakt wordt, dat misschien niet iedereen de dood is, et cetera. Maar dat hij daar gewoon staat en dat niemand er nog aan kan durft te komen voor de rest van de week. Dat gebeurt gewoon al bij een indirecte hit, zogezegd, van een paar meter afstand, hè, van 3 meter of zo. Dus dan heb je nog niet eens een direct doelwit aangeraakt met je artillerie systeem. En dan is het al voorbij. Het is gewoon veel efficiënter. Wat hebben we nog aan die lange tankkolonies, et cetera? Ja, en bovendien, dat vind ik zo ook zo opvallend. Jullie doen nu net alsof het gevaar van land komt, maar het gevaar komt natuurlijk van over zee, de Verenigde Staten en Engeland. Het perfide Engeland, laten we dat niet vergeten. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, daarom. Grotendeels. Maar kijk, zelfs dan denk ik van, het is wel goed om gewoon heel veel artilleriesystemen te hebben, want dat forceert dat elke oorlog zogezegd wat slomer wordt en is gewoon goed voor als verdedigende kant. En artillerie kun je ook goed gebruiken in bijvoorbeeld kustenverdediging wel, hoor. Echt wel. Dat deden de Japanners bijvoorbeeld best wel goed. Dat was een van de weinige dingen die de Japanners nog een beetje hadden. Dat was de artilleriesystemen voor de kustenverdediging. Die zelfs na weken bombardementen gewoon nog makkelijk te opereren waren en zo. Ja, oké. Okay. Al dat beton van de moffenbunkers, die staan nog ook steeds langs de kust. Ja, dat gewoon restaureren. Moderne uitrusting erin. Nee, maar jij zegt dus eigenlijk gewoon, Jan, van tanks hebben hun langste tijd gehad. In principe. Ja, het doet me denken, als je terugleest een beetje hoe men allemaal schreef over de slagschepen in 1920, 1930 en zelfs soms nog in 1940, dat men nog allemaal slagschepen aan het bouwen waren. En die dingen deden gewoon geen ene fuck meer behalve opgeblazen worden. Ja, en Reagan die liet op een gegeven moment nog ook 2 of 3 slagschepen restaureren, hè, uit de Tweede Wereldoorlog. De Oklahoma, geloof ik, of zo. Ja, nee, kijk, als je Amerika bent, dan maakt het allemaal niks uit, want het is allemaal prestige misschien. Maar als je een serieus land bent en een kleine industrie hebt als Nederland, dan kun je beter gewoon een heleboel vergaten maken. En de realiteit is, we moeten gewoon heel veel granaten gaan produceren, heel veel drones gaan produceren. Luchtafweer produceren. En ik ben niet zo voor de grote Patriot-systemen die heel de tijd neergemaakt worden. Ik geloof eigenlijk ook heel veel in juist de kleine Stinger-producties. Ik geloof echt in lijninfanterie die gewoon, ja, gewoon een elite lijninfanterie tezamen met een goed. Ik geloof eigenlijk echt in de Duitse defensieve standaard, waar de Duitsers zelf om een of andere reden zich ook niet meer aan houden. Ook niet in de Tweede Wereldoorlog, desondanks dat ze daar veel beter in waren. Is gewoon. En dat was? Kijk, elke keer als de Duitsers verdedigden, dan ging het eigenlijk best goed, hè? Dat is gewoon zware infanterie. Wat deden ze dan? Ja, gewoon zware infanterie. Heel veel machinegeweren. Gewoon alles hebben. Gewoon je infanterie volledig optimaal hebben. Tegenover, wat lichter. En dan komt steeds lichter infanterie tegen je en zo. En dan ben je gewoon beter voorbereid. En dan kun je misschien ook nog terugvallen een keer. Dan kun je zelfs een tegenaanval doen wanneer de vijand zich nog niet goed ingegraven heeft. Dus het is gewoon. Wat is versatile? Veel inzetbaar in ieder geval, veelvuldig inzetbaar. Het is gewoon veel beter. En ook bijvoorbeeld de Blitzkrieg niet en zo. Kijk, de Blitzkrieg werkt goed wanneer je in een land als Frankrijk hebt, dat misschien nog een keer valt. En dan is al die extra doden en zo heel acceptabel, want dan heb je veel doden in een kort moment. Maar dan heb je de oorlog beslist daarna. En dan is het, over lange termijn heb je zogezegd mensen gespaard. Maar men denkt altijd van de Blitzkrieg was een soort van, iedereen gaf zich zomaar over, et cetera. En in de Blitzkrieg heeft de Duitsers heel veel levens gekost. Ook in Frankrijk, ook in Nederland. Hè. Ze hebben zoveel transportvliegtuigen in Nederland door onze jongens verloren. Die gewoon met een beetje normaal, goed, want Nederland had best wel goede standaard luchtverdediging, laat ik het zo zeggen. Die hebben daar gewoon helemaal neergemaaid. Al die valse kimmerjagers zijn ook gewoon neergemaaid. Daar wordt niet veel over gesproken, maar dat heeft
zo hard pijn gedaan dat later in Moskou kwamen ze vliegtuigen tekort voor bevoorrading. En dat kwam omdat ze allemaal in Nederland neergeschoten waren. Hebben ze nooit meer op hetzelfde niveau kunnen terugbrengen. Ja, er is ook een reden waarom ze na Kreta gewoon niet meer de Volsimjegers gebruikten. Ja. Tenminste, niet in een originele rol, tenminste. De divisies waren er nog wel. Ja. Maar die werden gewoon als normale grondinfanterie ingezet. Je kunt gewoon een defensieve oorlog al winnen. En helemaal juist als verstedelijkt Nederland, waar je praktisch overal grondbunkers in zou kunnen bouwen, et cetera. Ik bedoel, ons land is... Kijk, wij hebben ook een van de beste civiele industrieën. Civiele planning, civiele... Gewoon alles, hè. We hebben laatst een van de grootste kranen toevallig even gebouwd van het bedrijf Mammoet. Die even een, wat was het, 6000 ton kraan of zo bouwden. Dat soort dingen doen wij gewoon. En dat betekent, wij kunnen gewoon dus ook veel betere verdedigingswerken bouwen. Wij zouden daarop moeten inzetten en niet op een slagdivisiekracht hebben. En dan denk ik vervolgens weer aan de slavenvloot die Nederland is. Nou, dan denk ik vervolgens aan ons Nederlands leger. Is een stel ingenieurtroepen en misschien krijgen we dan nou zogezegd een offensieve slagkracht weer een beetje bij. Maar ten dienste van wie? Want de Nederlander wil gewoon zijn land beschermen. En misschien ook wel helpen met het beschermen van het Oostfront. Maar wil de Nederlander echt aanvallen? Offensief en agressief en veel verliezen daarbij leiden om misschien wat grond in te nemen? Is dat wat we willen? Nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk de Duitsers aanvallen, want we missen nog een heleboel fietsen bijvoorbeeld. Ja, oké, dat is zo. Maar laat ik het zo zeggen, dit is niet echt een beleid waar ik het helemaal mee eens kan zijn. Desondanks dat ik wel vind natuurlijk, het is iets beter om soeverein, het is wel goed om soevereiniteit terug te krijgen. Maar ik vind het geen goed plan. En ik denk dat dit gewoon eigenlijk meer zal leiden tot onze jongens die neergemaaid worden door een stel... fucking Tsjetsjenen met RPG's. En mijn mening van Tsjetsjenen is niet bepaald hoog om mee te beginnen, maar dat is gewoon de realiteit, weet je. Neergemaaid worden door artillerie en een stel RPG's, als je dan al bij de echte frontlinie aan kan komen met je tank, hè? Want nogmaals, dat gebeurt haast niet eens. Is dat het waard? Ja, het is toch gewoon niks waard, man, dit. Prima, gaan we verder. Minister Faber wil het verschaffen van basisbenodigdheden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogeheten bed-bad-broodregeling, beëindigen. Ja, dat lijkt me een prima idee. Ik bedoel, kijk, die mensen die zijn in ons land totaal illegaal. Illegaliteit nog steeds iets strafbaar is gesteld, is natuurlijk ook volstrekt idioot. Die mensen komen hier aan, ze profiteren van ons veel te ruime asielsysteem en zelfs daarbinnen, waarbij is ongeveer iedereen zijn paspoort krijgt met een pak brood, worden ze geweigerd. Nou, dat betekent dat het echt heel, heel, heel erg is. Dan blijven ze toch nog hier en dan moeten ze ook nog onderhouden worden. Ga toch even gauw terug naar je eigen land, zeg rot op naar je eigen land, zou ik dan zeggen. Ja. Maar ja, de gemeentes die klagen al zo van ja, maar dan gaan die mensen zwerven over straat en zo, dit en dat. En ja, dan zie je dus wat het beleid in feite veroorzaakt, dat veel te ruime toelatingsbeleid. Dus maar dat is dan een goede aanleiding om de regels nog wat aan te scherpen. Ja. Maar eigenlijk is dat een maffiamethode, zo van je moet me betalen of ik ga crimineel rondzwerven op straat. Weet je wel, of je gaat mij nu iedere week zoveel betalen dat ik zogezegd als een rustig varkentje, gevoed varkentje stil blijf zitten in mijn hockey of zo. Of ik ga de boel slopen, weet je. En dat is niet eigenlijk normaal dat de maatschappij in Nederland, de gemeente zich eigenlijk zo laten behandelen. Zo van, als wij niet krijgen wat we willen bij externen, ja, dan gaan we dan schoppen en zo. En dan denk ik van ja, dat is een maffiagreep eigenlijk. Dat is zo van, jij gaat protectiegeld betalen, hè? Want anders kan er wat gebeuren. Ja, gebeurt er dan? Ja, dat gebeurt als... Dat wat ik ga doen als je me niet betaalt. Ja. Leuke stad heb je daar. Het zou toch zonde zijn als er wat mee zou gebeuren, hè? Het zou zonde zijn als in één keer een aantal bepaalde stukken in brand vliegen en zo. Ja. Precies. Ja, wat is goedkoper? Mensen gewoon op een vliegtuig zetten of erlang tijdens de procedures laten zitten en onderhouden? Ja, maar deze procedures zijn ze al doorgegaan. Ze hebben al zoveel jaar geprocedeerd tegen de staat om te mogen blijven. En daar is eindelijk gebleken dat ze echt niet mochten komen.
En dan nog op deze manier zich opstellen. Flikker toch gewoon. Ja, en dan, ja. En dan nog de Nederlandse graankeuken moet open blijven voor die mensen dan. Desondanks dat ze letterlijk specifiek afgewezen zijn. En wat ook een beetje opvalt is dat de Nederlandse staat, maar bijvoorbeeld de Duitsers zijn er nog erger in, dan vraagt de Taliban van oké, je hebt dus al deze mensen die gewoon letterlijk criminelen zijn en je laat ze rondlopen. En wij krijgen letterlijk klachten van jouw bevolking naar onze regering constant dat ze terug moeten en dat ze gestraft moeten worden. Letterlijk de Taliban die zegt dat uit Afghanistan, maar ook Syrië, de Syrische regering zegt ook van oké, geef ons onze bevolking terug. Ten eerste gewoon omdat we arbeiders nodig hebben en onze economie is nog maar 10% van wat het ooit was. Wat de misdaad is eigenlijk tegen Syrië bijvoorbeeld. Maar ook zo van, wij krijgen constant klachten dat Syriërs dingen doen in jullie land. En dat is, wat is dat, Nederlands voor defamatie of zo, voor ons volk, et cetera. Dat in ieder geval, dat de eer van de Syriërs in Syrië nog bijvoorbeeld wordt naar beneden gehaald. Aangetast wordt door die criminelen die daar rondlopen. En die de Nederlandse staat bijvoorbeeld en de Duitse staat dan vervolgens niet aanpakken. Wat betekent dat ze dus meer doen en meer doen en meer doen. En dan wordt het dus meer aangetast. En laat ik het zo zeggen, ik ben ook voor dat, ik heb ook zoiets, de Syrische staat staat er ook zo bij van, ja, maar waarom laat je ze eigenlijk rondlopen? Weet je wel, Assad zit ook met zijn handen zo van, wat is hier eigenlijk aan de hand? Makker, waarom laat je die mensen gang gaan? Ik had ze al neergemaaid, zegt hij nou gewoon. Van, je kunt het niet laten gebeuren. Ja, het is een hele rare situatie dat zelfs dit land waar ze uit gevlucht zijn zegt van, ja, maar pak ze nou eens aan, man. Ja, onze staat is zo dysfunctioneel dat zelfs Syrië het beter weet hoe het moet. Ja, maar ze staan er ook zo aan te kijken, zo echt van, wat is er mis met deze mensen? Ja, zoals Jared Taylor er ook een keertje zei, ja, als het Westen ten onder gaat, dan heb je binnen een paar decennia heb je van die Arabische en Chinese geleerden die dan ze moeten uitleggen, ja, hoe ging deze grote beschaving die al deze prestaties had bereikt nog toch ten onder? Ja, een groot raadsel zal het voor ze zijn. Ja. Nou ja, we weten wel een beetje. Hè? We zijn gewoon gekaapt, maar goed. Ik denk dat de Arabieren gelijk al een bepaald ding gaan schreeuwen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik moet dan nog eventjes naar voren komen. Vanaf 1 oktober ga ik blijkbaar de gevangenis in. Voor het belachelijk maken van Adam Hochschild's bewering dat het dodental van de Belgische Congo onder Leopold opliep tot 10 miljoen. In een opzettelijke genocide, wordt het gezegd. Het wordt namelijk verboden om internationale misdaden en misdrijven tegen de mensheid te vergoeilijken, ontkennen of vergaan te bagatelliseren. Vroeger werd je vervolgd voor dat soort vermeende kwaadaardigheden via wetgeving tegen groepsbelediging of het aanzetten tot haat. Maar nu wordt het dus aan de subjectieve invulling van de rechter gelaten om je hierover te veroordelen. Er wordt geen stipulatieve definities aangeleverd waarvan men kan bepalen wanneer iemand dit soort misdrijven vergoeilijk ontkent of bagatelliseert. Dus wat is het beginpunt of de mainstream historische mening over zaken zoals bijvoorbeeld de Belgische Congo of de Jodenvervolging of een andere, de Armeense genocide of iets dergelijks? Ja, dat is lastig. Hè? Ik bedoel, de overheid gaat in feite bepalen wat waar is op die manier. Het is niet eens de overheid, het is ook gewoon de invulling van de individuele rechter. Ja, maar goed, ik zie de rechter gewoon als onderdeel van de overheid. Hè? Ik bedoel, de trias politica is een leuk idee, maar in de praktijk werkt het niet. Ja. Ik wil dan toch maar eventjes nu zeggen in aan plein publiek, op de podcast, dat ik geloof alles wat de overheid zegt dat ik moet geloven, of het nou waar is of niet. Dus ja, duidelijk mogen zijn. Ik heb altijd gezegd, ik ben het volledig eens met alles wat Yad Vashem zegt, specifiek, alles. Ik wacht elke keer 10 jaar weer voor de update via nieuwsbrief. Ja. Ik blijf graag bij de waarheid en ik krijg daar graag bij de tijd. Over. Ja, bij de ik blijf niet eens per se bij de tijd. Ik vind dat je wel juist terug moet. Ik bedoel, door de laatste decennia heen is men zo erg achteruit gegaan over de waarheid van de misdaden van de Nationaal Socialisten. Dus ja, vroeger hadden we nog de erkenning, zoals werd vastgelegd in het Nuremberg-tribunaal, dat de massaslachting bij Katyn door de Duitsers werd gedaan. En ja, nu zijn er toch zoveel mainstream historici die met het onzin idee aankomen dat het eigenlijk werkelijk de Sovjets waren.
Nou, Victor stelt hier gewoon dat Yad Vashem gevuld is met een stel antisemitische zelfhatende Joodse revisionisten. Maar ja, Victor, ik vind jou wel heel erg reactionair overkomen over dit soort dingen. Hoor. Ik bedoel... Nee, maar vroeger hadden we nog gewoon het beeld zoals werd vastgesteld in de Nuremberger tribunalen, dat alleen al in het gebied van de Baltische Staten 60 miljoen mensen waren omgebracht. Oh, en ja, dat wordt nu gewoon wordt het ontkend. Ja, dat is waar. Kunnen. Ja, oké, als je het zo zegt, ja, ik ben het eens dat... Ik kijk er naar uit dat als het 1 oktober is, ik kan een hele hoop mensen voor de rechter gaan slepen. Ja, oké, nou ja, misschien heb je wel gelijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zou graag 60 miljoen Balto-Germanen weer in de Baltische Staten zien. Dus op dat gebied vind ik ook dat wel een rechtszetting moet gebeuren. Ik denk dat we... Dat omzicht moet eigenlijk naar de Baltische Staten en 60 miljoen Balto-Germanen daar gaan produceren weer. Een tijd geleden heeft Ryan Valk over de Congo wat gedaan. Dus mensen die daar misschien wat interesse in hebben. Ik zou niet weten hoe je het terug moet vinden, maar als je een beetje... Het staat op BitChute. Ja, maar BitChute is een kut platform. Misschien staat het ook nog op Odyssey. Odyssey ook wel, ja. Odyssey, BitChute, all censored. Ja, oké. Okay. Maar, ik weet niet meer wat hij zei hoor, maar het kwam er dus al neer dat 10 miljoen mensen, de 150 officieren in het is daar niet, zijn niet allemaal officieren, specialisten, et cetera, de 150 bureaucraten van de staat omgebracht zijn, toch? Ja, dat is ongeveer het beeld dat men schept, maar ja, als je kijkt naar de draagkracht van dat gebied, het is niet eens duidelijk of er toen al 10 miljoen mensen daar leefden. Nee, dat mag je niet zeggen, Victor. Oh, ja. Nee, dat mag je niet. Kijk, daar gaan we weer. Je mag niet zeggen. Ja, ik ga toch de gevangenis in vanaf 1 oktober. Het moet ook duidelijk simpel, zijn, het waren 150 mensen en die hebben 10 miljoen mensen vermoord in korte tijd. Precies. Nou, dat is gewoon heel duidelijk. En ik wil er gewoon bij zeggen, kijk, het maakt niet uit in het moment, in het begin, ja, 6 miljoen de populatie, daar was ongeveer 6, 7 miljoen geloof ik. Leuk nummer, maar alsnog. De realiteit is, Victor, dat terwijl die vrouwen afgeslacht werden natuurlijk, brachten ze nog wel kinderen voor. Dus net voordat ze stierven, kwam er allemaal een kindje uit. En zo is dat nummer wel gelukt, Victor. Nou, dat de populatie tegenwoordig zo extreem hoog daar is. Kijk, dat heeft te maken met migratie. En dat is eigenlijk... Ik weet niet precies hoe het in de Congo ervoor staat, hoor. Maar... Ja, ik maak een grapje allemaal. Maar... Wat wel interessant is aan die claim is helemaal begonnen geloof ik in 1920 of zo. Door één man in het Belgisch parlement, een Joodse man geloof ik in het Belgisch parlement toevallig. Een interessante man. En die schreef dat als claim en vervolgens werd er 10, 20, 30 jaar niks meer gedaan. Zo'n beetje, ja, één artikel of zo op een gegeven moment 10 jaar later. En nu is het in één keer natuurlijk de volledige waarheid en ik geloof hem volledig. Ik geloof zijn rapport volledig. Moet. Nee, dat moet niet. Ik ben het er volledig mee eens, Reinhold. Het is niet moeten. Dus ik vertrouw die man 100%. Oh, oké. Okay. Maar, ik vertrouw die man 100%. Ik zou niet anders durven. Maar, kijk, dat is gewoon heel interessant. Dat alles, weet je wel, alle geschiedenis hangt eigenlijk af van één persoon uiteindelijk. Hè? In heel veel gevallen. En dat is belangrijk om te snappen. Dat we alles... moeten we geloven van één man. En ik ben het eens met die wet die eraan komt, dat we allemaal geloven wat één man zegt. Dat moet gewoon. Ja, er kan ook geen verandering in komen, want de waarheid is één keer vastgelegd. En daar moeten we ons dan aan houden. Het is net als met de religie, de waarheid is één keer vastgesteld en daar moet je gewoon aan houden. Dus ik snap deze wet heel goed. Ik geloof ook dat die door de ChristenUnie is geantameerd. Oh, natuurlijk. Dus dat is duidelijk, dat dit gewoon even goed vastgelegd werd. Het enige nadeel is wel, ik zou eigenlijk nog wat willen toevoegen aan genocides die dan niet betwist mogen worden. Want ik denk bijvoorbeeld, wat wij blanken nu ondergaan door de omvolking, ja, dat kun je toch ook wel volgens de definitie van de VN althans zien als genocide. Dus ik vind dat bijvoorbeeld NRC en Volkskrant en Trouw, dat die eigenlijk allemaal voor de rechter gesleept moeten kunnen worden. Want zij ontkennen dat er omvolking plaatsvindt. Hè? Zij ontkennen dus de genocide op de blanken. En het lijkt me dus goed dat we met deze wet in de hand dan deze krant gaan aanklagen. Daar kijk ik naar uit. Ja, ik zou graag een proces zien binnenkort. Een groot tribunaal. Tribunalen? Maar de NSC, BNR allemaal gewoon voor hun medeplichtigheid in het verstoppen van omgaande cijfers en cetera. Gewoon, ze zijn medeplichtig. Ik bedoel, je hoeft niet het schot te lossen, heb ik altijd gehoord.
om het kwaad zelf te zijn, et cetera. Toch? Oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. Dus ben ik het ook mee eens. Dus ik zit ook met de handen te wrijven en te wachten op dat grote tribunaal. Ja, oké, dus ik ga gewoon verder. Na de glorieuze ziek van de AFD in Uithuringen springt de hele westerse media erop in om Heuken en zijn volgelingen zowel zwart en bruin te schilderen. Zo ook was het geval bij de talkshow van de achterlijke Uberbimbo Eva Jinek, die terrorisme- en veiligheidsexpert Beatrice de Graaf aan tafel had. Naast de standaardlaster, zoals beweren dat de AFD openlijk geweld aanmoedigt, zonder het geweld tegen de AFD zelf te vermelden, liet de Graaf ook haar expertise zien door te beweren dat een blonde meid op TikTok, die verkondigde dat Duitsland weer Duits moet zijn, met haar neuspiercing een Hitlersnor poogde te suggereren. Daar ben ik het mee eens. Is het duidelijk een hondenfluit of zo, weet je wel. Een neusfluit. Neusfluit, ja. Ik vraag me soms af, weet je, als je met zo'n ding in moet ademen, heeft dat dan een effect op je ademervaring? Vast. Ik ben blij wanneer de jonge meisjes en zo gezegd bepaalde dingen in de AFD zien, maar ik denk altijd wel van, oh god, moet er weer zo eentje met een piercing zijn, et cetera. Ik bedoel... Wie zei dit? Was dit Jinek of Beatrice de Graaf? Beatrice de Graaf suggereerde dit. Dat meen je niet. Ik bedoel, het is al een zogenaamde wetenschapper, echt van niks, zeg maar. En dan komt ze hiermee aan. zij is toch dikke maatje met Nicky Sterkenburg, die op een gegeven moment zogenaamd een proefschrift had geschreven over extreem rechts en daarbij zogenaamd als objectief onderzoeker en daarna prompt bij de NCTV ging werken. Dat is haar toch? Ja, dat is zij. Ja. Oh joh, dit is echt wetenschap. Dit is geen wetenschap, dit is pure ideologie natuurlijk die hier beschreven wordt. Echt ongelooflijk dit. Ja, maar zulke stommiteit had ik nog niet van haar verwacht eigenlijk. Zelfs van haar niet. Nou ja, ik ben altijd blij wanneer God mijn vijanden tot clowneske vrouwen maken die incompetent zijn op elke functie. Het is echt onvoorstelbaar. Maar weet je wat vilijn was, dat zag je overal terug, vanaf het persbureau Reuters tot overal in Nederlandse kranten en Duitse kranten en overal. Het was de eerste rechtsextremistische partij sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè? Nou, dan weet je dus wel welke link ze daarbij willen maken. Hè? Oh ja, het zijn weer de nazi's natuurlijk, hè? De nazi's zijn er weer, dat is de AFD en zo. Kijk, weet je wat Björn Höcke altijd doet? Hij zegt gewoon niks als hij niet kan zeggen wat hij natuurlijk moet zeggen. En dat vind ik ook goed. Kijk, je leeft nou eenmaal onder de Duitse staat. En dat is een staat waarin Duitsers voor Duitsers zegt, is gewoon al een misdaad voor een politici. Dus dan krijg je een beetje vervelend. Het is niet eens een hondenvleutje. En dan zeggen ze hondenvleutjes. Nee. Nee, beste staat, beste NCTV, beste dit, beste. Jullie zijn een stel agressieve stasi die achter mensen aan zitten tot het punt dat Duitsland voor de Duitsers is een misdaad voor jullie. En dan krijg je, nogmaals, het is geen hondenfluitje, het is gewoon, we zeggen niks op momenten dat we wat willen zeggen, en dan moet onze volgers inherent begrijpen wat we proberen te zeggen, maar zelfs dat is niet altijd duidelijk, en dan maken jullie er vaak ook nog het dubbele erger van. Wij zijn onderdrukt, en jullie gaan ook nog zeggen dat we onderdrukte valse tactieken gebruiken. Makker, je forceert alles. Hè? Vroeger had je klassieke liberalen die tenminste nog een beetje begrepen, en ik denk dat eigenlijk tot op zekere hoogte begrijpen van Bolle Omtzigt dit dus ook, is dat als je bepaalde dingen niet bespreekbaar maakt, niet eens minimaal bespreekbaar maakt en alles in een soort van zwijgcultuur oplegt, ja, dan krijg je een soort van, dan krijg je daaruit krijg je zogezegd de reacties die wat harder zijn. Dat hebben we ook met Sarel besproken, et cetera. Als je iemand in het nauw drijft, dan krijg je andere reacties. En dat hoeft eigenlijk ook niet, want dat is nogmaals een staatsterreur, dat komt door de staat. En dat zijn niet eens hondenfluitjes vaak. En men wil niet eens slechte dingen doen of wat dan ook. Maar je forceert mensen steeds moeilijkere methoden van hun politieke wil over te dragen te doen. Stiekem zijn Jinek en de Graaf de werkelijke Soreliaanse accelerationisten. En mogelijk. Ja, maar om een voorbeeld te geven, Björn Höcke is niet twee keer veroordeeld omdat hij zijn toespraak had besloten met Alles für Deutschland. En Alles für Deutschland is een term die al heel lang bestaat, die je niet alleen maar in 1933, 1945 werd
Maar ja, die ook door hen werd gebruikt. En de eerste keer werd hij dus veroordeeld omdat hij zei alles für Deutschland. Hè? En de tweede keer besloot hij zijn toespraak met alles für. Waarop de hele zaal riep Deutschland, weet je wel. Maar ook daar is hij dan voor veroordeeld. Het is zo kleinzierig en het is zo ja, vilijn in feite. En dat is... Het is kinderachtig gewoon, maar bozaard kinderachtig. Ja, ik wil het hele ding met neuspiercings. Ik wil neuspiercings associeer ik juist met meer ja, de zweeftevige alternatief linksige types. Ja, ik ook. Maar toch, ja, in een bepaald cultureel milieu, misschien gothic milieu of zo, komt dat steeds veel meer voor. Ja, maar het is nou, niet eens bij de goths meer hoor. Het is nu echt best wel een mainstream ding geworden. Het is net zoals met tattoos. Tattoos waren vroeger ook ja, meer een alternatief iets. Maar zijn nu helemaal genormaliseerd onder de norm iets. Ja, in ieder geval ben ik ervoor om meisjes met een neuspiercing uit de partij te zetten. Ik vind het geen gezicht. Oh, je bent zo een priority spiraler. Wat ben ik gemeen, hè? Nou ja, kijk, ik zou altijd eerlijk zijn tegen dat ze mensen van ik vind het niks, maar ik zou ze ook niet uit de partij zetten. Ik zou gewoon zeggen, ik vind het afschuwelijk. Ik vind het nog veel erger dan tatoeëring, om heel eerlijk te zijn. Je kijkt naar iemand en er zit gewoon iets raars daar in de weg. En ja, misschien moeten we het inderdaad maar Hitler-snobbetjes gaan noemen. Misschien dat ze dan ervan afstappen of zo. Het is echt niet te geloven. Dus eigenlijk is hoe heet die fuck, hoe heet die vrouw nou? Nou, Beatrice de Graaf, die zogenaamde deskundige. Ja. Eigenlijk is de Graaf gewoon stiekem in dekmantel heel beest en zorgt ervoor dat de jeugd weer goed wordt. Ze heeft gewoon een hekel aan neuspiercings, dat is het. Dit is allemaal een groot project, een dekmantel neuspiercings uit de jeugd te vragen. Ja, vergeleken met hoe hard Reinhard zou zijn tegen de neuspiercingsmeisjes. Zou Stalin tegenover de Trotskyisten niks zijn? Inderdaad. Ik bedoel, de hardste zuiveringen die je mag gaan indenken. Die kwamen nog genadig vanaf. Ja, daarnaast was er ook nog de opvallende rekenfout die blijkbaar was gemaakt. Waardoor de AfD één van hun 41 zetels verloor. Dus dat ze maar op de 40 zetels op de 40 zetels zaten. En de landtag in Thüringen heeft 120 zetels totaal. Dus dat betekent dat ze net niet genoeg hadden om bijvoorbeeld in het geval van beslissingen waarbij een quorum, een tweederde meerderheid nodig was, een veto uit te kunnen spreken. Dus daar zei ze nu, ja, opvallend, hè, was net iets misgegaan. Ja, toch net deze bevoegdheid van de AfD afgehaald. Ja, een softwarefout. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk dat er geen stemcomputers worden ingevoerd. Ik bedoel, dat biedt zoveel mogelijkheden om zonder dat je het later na kunt gaan allemaal fraude te plegen. Dat moeten we echt niet willen. En de AfD heeft ook om een onderzoek gevraagd, hè, naar die zogenaamde softwarefout. Want het is wel heel erg toevallig, hè, dat de volgende dag dan zegt, nee, je hebt maar 40 zetels en niet 41. Ik bedoel, ook al is het werkelijk zo, de schijn zou de overheid toch moeten vermijden. Dus ik denk dat er echt een belangrijk onderzoek nu gestart moet worden. Ik weet niet of het zal gebeuren hoor. Want ja, alles wat in het voordeel zou zijn van de AfD willen ze natuurlijk vermijden. Maar ja, ik vind het zelf ook vrij verdacht, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk gelijk een complotdenker, hè? Dat snap je wel. Een complotdenker is ook gewoon iemand die denkt dat de overheid niet te vertrouwen is. Tja. Hoe zou dat nou komen? Ja, anti-institutioneel extremisme. Oh, dat is het. Ja, ja, dat is ook een leuke term. Die hebben ze bedacht. Oh mijn god, dat vond ik echt een geweldige vraag. Van, fuck it. Ik kan het woord even niet bedenken. Je vereert onze instituties niet. Dus ben je een gevaarlijke radicaal. Ik denk van... Maar, kijk, er zijn bepaalde conservatieve persoonlijkheden die dat tot op zekere hoogte doen. Hè? Die vinden het waterschap mooi, niet omdat het zo oud is, et cetera. Dus, en ik kan het op een bepaalde manier wel begrijpen. Als het goed werkt zo lang, dan heeft het een soort van intrinsieke waarde. Maar vooral dat links dat zegt, is gestoord. Hè? Dat vanuit links is er gezegd van anti-institutionele extremisme. Ja. Wanneer links eigenlijk in origine enigszins, in ieder geval deels, anarchistisch is,
of zou moeten zijn. Ik bedoel, het zijn al zo lang lazenlikkers. Maar alsnog, van het idee van je moet instituties vereren, is gewoon. Is toch gewoon de wereld op zijn kop, ja, eigenlijk. De generatie van 1968 die schopte aan tegen alle instituties die ze maar zagen. En nu is diezelfde generatie aan de macht. En dan zeggen ze van, oh foei, jij leidt aan anti-institutioneel extremisme. Ja. Ik bedoel, dat zouden ze tegen die 68 hebben moeten zeggen. Dat zouden ze tegen die studenten hebben moeten zeggen. Ja, maar het is wel echt een van de meest dystopische lijnen uit de Nederlandse politiek de laatste jaren. Hè? Het zou echt passen in een dystopisch romanetje of zo. Dat zou echt in een Sovjetstaat zou het ook op die manier gezegd worden. Hè? Je bent tegen de institutie van de Communistische Partij. Het is precies hetzelfde. Het is ongelooflijk. Ja. Wat ik nog wel even wil zeggen over AfD is kijk, ik moet even helemaal op mijn herinnering doen, maar in Sachsen was de winst gewoon een aardig grote afkoppeling van bijvoorbeeld ook van de CDU daar. Maar in Thüringen was het grotendeels het verlies van die linker. Deels ging dat naar de BSW, maar deels ging het toch wel moet dus naar AfD gegaan zijn. En dat geldt ook voor die Groenen en alle linkse kutpartijtjes. En dus wat we zien is dat de BSW in enigszins nationalistisch, mild DDR gestelde, populistisch links partijtje heeft veel overgenomen. En sommige mensen waren daar nog steeds niet overtuigd, maar die waren in de origine dan wel links. Die zijn toch nog AfD gaan stemmen. En AfD moet denk ik in enigszins socialistische lijn gaan. Prediken, mild dan, hè? Om die mensen erbij te houden. En dat moet je gewoon willen. Je moet die mensen tot nationalisten willen veranderen ook. Sociaal en nationaal. Ja. Nou ja, Stalinisme dus. Sociaal nationalisme. Maar aan de andere kant, je moet ook gewoon werken met BSW, als het kan daar. Kijk, als het kan, BSW is niet een verschrikkelijke partij. Soms heb ik het gevoel dat het een beetje een poging was om energie te vangen die anders aan de AfD ging. Aan de andere kant denk ik dat er ook wel echt iets organisch in zit, hoor. Vanuit het oosten, laat ik het zo zeggen. En die wagenknecht is... Ja, nee, maar ik bedoel... Sarah Wagenknecht, die is... die komt eigenlijk uit de klassiek communistische lijn, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het socialisme van voor Nieuw Links, zoals... Ja, maar je moet wel benadrukken dat zij weigert... Min of meer ze weigert wel samen te werken met de AfD. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar toch heb ik wel meer waardering voor dat soort socialisten dan voor de Groenen, zeg maar. Ze zegt ook zelf over de Groenen, ja, dat zijn een soort lifestyle socialisten. Hè? Dat is een soort D66-achtig, zeg maar. Hè? Dus lekker veel geld hebben en dan sociale standpunten uitdragen die jou niks kosten. He? Dus daar heeft zij toch echt wel een heel goed kritiekpunt. En ik denk dat mensen toch redelijk overtuigd zijn als zij op haar gestemd hebben. Want ze heeft gelijk toch wel 15% van de stemmen gehaald. Hè? Dat is heel veel. Dat is heel veel voor een klein partijtje dat nog geen jaar oud is. Dus ik weet niet hoe het verder gaat. Maar de energie en de standpunten kan ik op zich wel waarderen. Al vind ik natuurlijk de AfD wel een stuk beter. Maar het is wel iets heel anders dan dat het corrupte midden waar ze, dat ze de NRC en zo geweldig vindt. Zeg maar. Ja, het is gewoon een nieuwe politieke orde die overal in Europa een beetje begint te komen. En je kunt alleen nog maar links zijn als je een echt socialist bent, denk ik binnenkort. En je kunt alleen nog maar rechts zijn als je een echt nationalist bent. Nou. Ik verwelkom deze politieke verandering tot op zekere hoogte. Ik bedoel, ik heb altijd wel kritiek aan alle kanten. Ik ben gewoon zo'n vervelend kritisch persoon. Maar het is in ieder geval... we kunnen gewoon vieren bijvoorbeeld dat die linker heeft gewoon wat macht verloren. Net als in bijvoorbeeld Engeland, de conservatieve partij, moet meer dan de helft van zijn walgelijke VVD-gestelde mensen... ontslaan. Dat is ook een overwinning. Gewoon de vernietiging van dat oude kartel is ook gewoon goed. En dat is in Duitsland goed. Dat is overal gewoon goed. Ja, wat ik ook zou graag willen zien van ostalgisten zoals Wagenknecht, is dat ze het huidige Duitse volkslied met de derde strofe van het Deutschlandlied gaan vervangen met het oude volkslied van de DDR, Auferstanden aus Ruinen. Ja, dat is een mooi lied. Ja, dat is een mooi lied. Ja. Stuk beter dan al dat...
ja, liberaal geïnterpreteerd gezeik over Einigkeit und Recht und Freiheit. Nou, ik denk niet dat je daar binnen Duitsland, als je kijkt hoe het AfD of bijvoorbeeld Compact worden behandeld, dat je daar nog van kan spreken. Dus ja, laten we gewoon weer overstappen naar overstanden als ruïne. Nou, de ophef over Duitsland blijft maar doorgaan, ook in Amerika. Want ja, daar leeft de Tweede Wereldoorlog ook nog steeds door. Want er is ophef over Tucker Carlson, die historicus en mediaproducent Daryl Cooper interviewde, over een hele uiteenlopende reeks onderwerpen. Hij had het bijvoorbeeld over de Jonestown cult, waarover Cooper een enorme serie had gemaakt. Nou, die Jonestown cult is een bekend van een groep zelfmoord die ze in Nicaragua in 1978 pleegde, met de Kool-Aid. Daarin had Cooper het over dat het gewoon een gestoord uitgroeisel was van de burgerrechtenbeweging. Dus eigenlijk, ja, een gestoord uitgroeisel van een gestoord uitgroeisel van de Amerikaanse samenleving. Dubbelop, zou ik maar zeggen. Dan zou je inderdaad de Kool-Aid gaan nemen. Daarnaast hadden ze ook over hedendaagse politieke figuren zoals Orbán, Trump en Poetin. En de principes en houding die men moet hanteren als onderzoeken naar historische waarheid. En daar kwam bijvoorbeeld ook de kwestie naar voren van de rol van Winston Churchill. En dat is eigenlijk wel eens bijzonder om te zien hoe echt iets wat al de laatste decennia lang door is blijven gaan. Hè? De cultus rondom Churchill als de grote redder van het Britse Rijk. Dat prompt nadat de Tweede Wereldoorlog eindigde ineenstortte. Dat nu langzaam begint weg te vagen. Dus al die standpunten die dus door de laatste decennia heen zijn gemaakt, bijvoorbeeld door dissidenten historici zoals denk aan David Irving, denk aan John Charmley, denk aan Pat Buchanan in zijn werk, Hitler, Churchill en The Necessary War, dat nu eigenlijk populair schijnt te gaan worden. Ik wil, want die opname van dat interview heeft zit volgens mij al echt iets over de 700.000 weergaven heen op YouTube. Dat is echt gigantisch. Ja. Ja, ik wil, ze gaan wel een beetje langs bepaalde onderwerpen heen. Ze gaan bijvoorbeeld niet helemaal op in, bijvoorbeeld omtrent Churchill. Verwijst Cooper er heel soft naar, bijvoorbeeld naar, zonder er echt direct op in te gaan. Hij gaat niet op de details helemaal in van bijvoorbeeld het geld dat Churchill kreeg doorgestroomd van groepen zoals de Focus, figuren zoals Henry Strakosch, het geld dat hij kreeg van de Tsjechoslowaakse overheid. Maar alsnog, ja, voor zeker het publiek van Carlson is het wel een goede eerste stap. En nou, natuurlijk ook dat hij dat helemaal ook een beetje warm maakt door in te gaan van, ja, wat zijn de principes die je moet aanhouden in de geschiedkunde? De openheid die je moet hebben. Niet dat je dat je alles gewoon moet willen kunnen onderzoeken. Ja, ja. Ook daar hebben we nu een artikel voor, hè, per 1 oktober. Hè? Dus dat moet niet meer kunnen, dat is duidelijk. Okay, nou, ik weet niet hoor, want ze hebben niet per se over het ontkennen of bagatelliseren van misdaden. Nee. Ze gingen het echt over het karakter van Churchill hebben. En kijk, ik denk altijd van Churchill heeft Polen gered. Want redden in Churchill's gedachtegoed betekent mensen voeren aan de Sovjet-Unie. Ja. Nee, maar dat is serieus. Hij zag Stalin als vriend, et cetera. We kunnen hier uren leuk over praten. Maar wat inderdaad belangrijk is gewoon dat die man is een soort van held van liberalisme geworden. Desondanks ironisch natuurlijk, zoals je al zei, het Britse Rijk is daarna gevallen. Tegelijkertijd niet, want kijk, het Britse Rijk is gevallen, maar vanuit het perspectief van neoliberalisme als een ideologie en imperium, is het gewoon naar New York verhuisd. Dus kijk, het is gevallen vanuit de kant van de Engelse nationalist, van de Engelsman is alles gevallen. Een Engelse nationalist die overigens zelf half Amerikaans was. Churchill was een half Amerikaans. Oh, ja. Nee, maar ik zeg gewoon van, kijk, het is maar van hoe je het wil bekijken. Is het imperium gevallen? Nou ja, Engeland is gevallen. En niemand geeft om Engeland als je een liberaal bent. Dan geef je gewoon om het imperium, het neoliberalisme als ideologie. En die heeft ook de Koude Oorlog gewonnen, et cetera. Dus nee, kijk, het is maar hoe je het wil bekijken. Hè. Maar in ieder geval, het is wel leuk om te zien dat de man die geprijsd wordt voor het redden van Polen en het Britse Rijk. Het Britse Rijk is dus gevallen en Polen is gevoerd naar de Sovjet-Unie. Dus en het feit dat eens een keertje gewoon openlijk gezegd werd, is altijd leuk. Ja, het is de SpongeBob meme met de brandende stad in de achtergrond. En in plaats van Patrick en SpongeBob heb je dan Roosevelt en FDR. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, we hebben het gedaan, we hebben Polen gered, weet je wel. Terwijl het bezet is door de Sovjet-Unie. Ja. Maar ik moet er wel één ding aan toevoegen. Ik denk dat de kritiek op Churchill nu pas mogelijk is omdat links hem zo heftig aanvalt. Hè? Want
Churchill is op links echt niet meer de held die hij vroeger was. In de eerste plaats was hij blank, dus per definitie fout. En in de tweede plaats, ja, hij was natuurlijk een voorstander van het koloniale rijk en zo. Dus Churchill is op links al helemaal afgebrand. En ja, op een of andere manier lijkt dat dus de weg te openen naar juiste kritiek op rechts. Zou je kunnen zeggen. Ja, en maar het is dan wel goed. Ik weet nog dat Ronald Reagan bijvoorbeeld, die had op zijn bureau een borstbeeld van Churchill staan. Wat dat was echt zo geweldig. Ja, nee, kijk, weet je, wat van Reinhard, wat je hier zegt is wel waar. Kijk, vroeger hadden ze een grote rode lijn, bestaande uit het midden rechts tot aan ver links. En nu hebben ze alleen nog midden rechts die een hele dunne rode lijn, de thin red line, als het ware, die nou onder volley komt van praktisch iedereen die meer rechts is dan hun. En ook links natuurlijk, maar dat boeit niet zoveel. En ja, wij hebben gewoon een heleboel feiten die we ook kunnen gooien, waar wij gewoon in 3-5 uur podcast misschien nog niet eens door zouden kunnen komen, dat meen ik ook echt. Ik bedoel, elke betaling, elke gift, elke daad, de gestoorde speeches, De irrationele haat, nogmaals, we kunnen gewoon, ja. Wij hebben veel munitie en zij hadden vroeger misschien nog wel wat manschappen vanuit links, laat ik het zo zeggen. Maar nu hebben wij veel munitie en zij zijn een dunne rode lijn. En die dunne rode lijn is toevallig laatst ook nog in de verkiezing afgebrand. Dus, ja, het valt wel eens. Wat bedoel je daarmee met dunne rode lijn? Dat is de rode dreadcoat van het Britse Rijk, de dunne rode lijn. Kom op man, snap je die meme niet? Nee. De hele muziek, de thin red line, et cetera, die houdt stand, et cetera, de redcoat. Ja, Britannië als de redding van de Westen. De Angelsaksen die zichzelf verheerlijken. Nou oké, dan hebben we dus een puntje gevonden waar Reinoud de geschiedenis niet kent, is goed. Oké. Het is toch wonderbaarlijk wat je kan leren van de geschiedenis. Nou, maar om eventjes ook in te gaan kijken. Het is een vrij voorzichtig interview geweest. Niet per se omdat, zelfs binnen die wetgeving van 1 oktober die wordt ingevoerd, zou dit nog wel kunnen. Het gaat niet over het ontkennen. Het gaat niet per se over de misdrijven zelf. Het gaat gewoon over de geopolitieke dynamiek van die tijd. Maar daarnaast zijn er ook wel een andere een reeks onderwerpen die voorzichtig worden aangekaart. Niet al te expliciet, maar het is wel gewoon een aanleiding voor een deel van die 700.000 mensen die al op YouTube kijken, om daarover na te kijken. Dus bijvoorbeeld zal verwezen naar de Naturalization Act van 1793 in Amerika, waarin dus de doelgroep voor mensen die naar Amerika moeten komen wordt gedefinieerd als free white men of good moral character. Cooper ging daar een beetje op terugduwen. Die zegt, ja, die blanke identitairen die begrijpen niet dat het voor die tijd relatief inclusief was. Maar ja, dat neemt niet weg gewoon dat het, als we er nu op terugkijken, dat was gewoon de juiste etnische afbakening die men voor Amerika had moeten aanhouden. Ja, ik ben ook op die manier heel inclusief. Net zoals die mensen van 1793. maar ik vind het ook een beetje raar, dat is deels een soort van poging om argumenten gebaseerd op traditie. Daarvoor was het inclusief of zo, zegt hij. En dan denk ik van, het kan me niet schelen wat er daarvoor gebeurt. Ik leef in het nu. En ik ben nationalistisch, maar mijn denkmethode is haast anarchistisch, laat ik het zo zeggen. Je traditie kan optieven. Ik ga gewoon goede dingen voor mijn volk klaarzetten in wetten. Dus dit soort argumenten weer wel typisch conservatief. Grijpen naar instituties en hoe dingen vroeger waren. En ik denk gewoon van rot op. Nou, ik bedoel, hier kun je gewoon naar teruggrijpen, omdat het gewoon een juiste maatregel was van de Amerikaanse overheid. Maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon en dat was toen een groot deel van de founders nog actief waren. Dus dat haakt ook in op een beetje de founderscultus. En daar zijn wel problemen mee. Maar het is wel goed dat Amerikanen zich daar bewust van worden wat het beeld was van de founders over het etnisch, genetisch, cultureel, coherent zelfbegrip wat Amerika zou moeten hebben. Ja, nee, kijk, het is wel zo, maar ik heb geen zin eigenlijk in het idee van de Amerikanen toch zeker. Of laat ik het zo zeggen, dat alles weer daarna terug moet en alle argumenten daarop. Je moet ook voor jezelf kunnen vechten. Dat hoeft ook niet per se, maar ja, als een beetje voor mensen om een introductie te hebben. Ja, of als een aantrekkingsmagneet voor Amerikanen om zo weer te gaan denken, is dat wel een goed iets om aan te halen. Ja, maar ze moeten niet zo gaan denken. Hè? Ze moeten niet zo gaan denken. Ze moeten gaan denken zo van, wat is er nu goed voor ons volk?
En het is natuurlijk aardig dat de grondleggers van de Verenigde Staten deze definitie hanteerden. En dat is allemaal heel mooi, want het haalt zeg maar de mythes onderuit dat Amerika zo'n inclusief project was. Want dat was het natuurlijk helemaal niet. Maar goed, Jan wil gewoon vooruitkijken. Ja, je moet gewoon beide dingen doen. Hè. Je moet zowel naar het verleden als naar de toekomst kijken. En dat op een coherente manier doen. En dit draagt er ook aan bij. Want kijk, in Amerika wordt er echt enorm veel beroep gedaan op de lijnen uit de onafhankelijkheidsverklaring. Dat alle mensen gelijk zijn geschapen. Nou, dat moet je contextualiseren binnen die tijd. Dat het gewoon meer een afwijzing van de standaardsamenleving was. Maar dat het ook weer niet betekent dat het gewoon een beroep is op etnische of sociale gelijkheid die gemaakt wordt daar. Want de mensen die die tekst schreven van in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die schreven anderzijds en moedigden ook een tekst zoals deze aan, zoals werd aangegeven in de Naturalization Act van 1793. Ja, dat is allemaal zo. Maar kijk, weet je, het probleem is, Victor, jij bent nou een argument aan het aangaan met een soort van hypothetische liberaal, waarvan je denkt van die kan ik overtuigen. Nou, het is niet echt hypothetisch liberaal. Het zijn ook gewoon de Amerikaanse conservatieven die nog wel een reeks goede instincten hebben waar je een beroep op moet doen. Ja, ja. Maar kijk, voor de Tucker-crowd is dit misschien wel goed. Daar kun je ze misschien mee overtuigen. Tegelijkertijd, in mijn lange leven heb ik geleerd dat eigenlijk conservatieven kun je het beste gewoon intimideren en pesten. Dat werkt echt. Ik bedoel, ik denk dat onze tijd, zoals we nu hebben, dat onze vooruitgang is daar bewijs van, tot op zekere hoogte. Ik bedoel. Nou, je moet beide doen, hè. Je moet zowel de carrot als de stick hebben bij dat soort types. Ja, nou ja, oké, laat ik het zo zeggen. Na jaren die wattel te gebruiken, heb ik wel heel hard staan meppen de laatste jaren met die stok. En dat lijkt mij toch iets beter te werken soms. Nou, het is. Als men naar de conservatieven gaat, vergeet men de zweep niet. Om niet je te paraphraseren. Oh, echt? Oh, geweldig, man. Nou, als men naar de vrouw gaat, moet men de zweep niet vergeten. Maar ik maak er niet even iets anders van. Maar, je had natuurlijk ook gewoon dat Tucker en Cooper ingingen op de demografische verschuivingen die in Europa zijn gebeurd na de oorlog. Ze zeiden eigenlijk zo van ja, Brittannië mag dan wel de wereldoorlogen gewonnen hebben. Maar als je ernaar kijkt hoe Brittannië er nu uitziet, lijkt het er nu op alsof ze verloren hebben. En als ze gekoloniseerd zijn, hè? Niet te vergeten. Ja, het Britse Rijk is teruggekomen naar Brittannië zelf. Nee, maar het is. Kijk, op zich, ben ik al vrij sceptisch vaak over Tucker, hoe hij het kader van bepaalde discussiepunten uiteindelijk vervormt. Dus denk bijvoorbeeld aan dat hij het dan ging hebben over de Great Replacement. En dat probeerde hij dan te framen als het idee dat de Democraten proberen de Republikeinen demografisch weg te werken. Terwijl juist, het gaat eigenlijk gewoon om de Europees etnische bevolking, waarom het draait als we het hebben over de Great Replacement in de Verenigde Staten. Maar hij deed nu niet aan per se zo'n vervorming. Of denk bijvoorbeeld aan rondom dat interview met Poetin, dat hij dan een Russische supermarkt binnenloopt en zegt, kijk hoe alles goedkoop is vanuit het perspectief van mijn Amerikaanse dollars. En daarin niet begrijpt, begrippen zoals wisselkoersen en koopkracht. Ja, nee, hij heeft inderdaad vaak van die momenten, maar volgens mij heeft hij nou grotendeels gewoon zijn mond gehouden de hele tijd. En eigenlijk was het beste Tucker moment is wanneer hij niet praat. Wanneer hij niet praat en dat het een beetje verbaasde, strakke gezicht erbij trekt. Ja, dan krijg je eens een soort testje komen. Ja. Ja. Het is gewoon mooi. Ik bedoel, Tucker bestaat eigenlijk alleen maar om van die rare gezichten te trekken, terwijl iemand de geschiedenis heeft. Het is net zo'n beetje als met Joe Rogan, weet je wat? Joe Rogan heeft dan gewoon de hele tijd de rol dat hij een beetje als een oermens erbij moet zitten. Ja. En dan de meest simpele vragen terug moet zetten, weet je. Waarom licht uit lucht valt en waarom als ik met deze knot sla gebeurt dit, weet je wel. Om dat soort vragen te stellen aan mensen die dan overkomen alsof ze helemaal ver uit de toekomst komen. Oeka boeka, ik kijk naar lucht is blauw. Jij zegt lucht niet echt blauw. Ja, ik verwacht ook wel een beetje, Trump die maakte de laatste week trouwens ook nog een soort van waarin hij nog een softe houding leek te nemen tegenover soft drugs, weet je wel. En ik denk dat het gewoon puur is omdat hij zich zit voor te bereiden op een interview bij Joe Rogan. Oh, ja. Hij deed ook al laatste week, hij heeft al met Musk interview gedaan, met Tucker, met
met Lex Friedman ook laatste week. Dus ja, nu moet nog Joe Rogan aan de beurt komen. Dan denk je, ja, daarom neemt hij nu eventjes een softe houding tegenover softdrugs, zodat ze gewoon samen wat wiet kunnen gaan roken. Hij is trouwens zelf ook heel soft. Ik had het laatste interview weer gezien en het was weer erger. Het was weer... En hij was nou echt zo aan het praten. Ik denk van, wat de fuck is er met Trump gebeurd? Misschien is hij mild op softdrugs omdat hij zelf aan het gebruiken is. Dat weet ik ook niet, maar... Nou oké, we zullen het wel zien als hij bij de oermens aan tafel schuift. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, weet je wat Amerika eigenlijk moet worden? Amerika moet gewoon net als stukken worden. Namelijk dat een Europeaan gaat spreken over geschiedenis en politiek. En zij houden hun mond en kijken daarnaar en proberen het te begrijpen. Dat is mijn politieke stelsel voor Amerika voor in de toekomst. Oké, nou dan gaan we nu gewoon verder naar Israël-Palestina. In een toespraak voor een Israëlisch publiek legde Netanyahu uit waarom Israël de Philadelphia-corridor, het grensgebied tussen Egypte en Gaza, van de Israëlische grens tot aan de zee, moet behouden. Beweren dat indien dit niet gedaan wordt, het tot verdere terreur zal leiden. De Israëli's hebben al asfaltwegen aangelegd in deze corridor tot aan de kust. Maar het werkelijk opvallende was dat de kaart die Netanyahu gebruikte geen Palestijns gebied in de westelijke Jordaan-oever had. Ja, dat past helemaal in het plaatje. Hè? Ik bedoel, we focussen natuurlijk heel sterk op Gaza. Maar op de westelijke Jordaan-oever is Israël ook gigantisch bezig. Hè? Ze zijn, ook daar worden bijvoorbeeld wegen kapot gemaakt, expres. Hè? Dus dan komen ze met zo'n grote bulldozer en die trekt dan een soort instrument achter zich aan om wegen kapot te maken. Dat soort dingen, weet je. Dus ook de westelijke Jordaan-oever leidt al... Natuurlijk al tientallen jaren, maar nu echt verhevigd, onder enorme Israëlische terreur. Dus ja, het lijkt er echt op dat het idee van het concentratiekamp nog wat sterker wordt neergezet. Hè? Dus dat merk je ook natuurlijk heel sterk aan Gaza. Gaza was al een concentratiekamp, maar het wordt nog steeds kleiner ook. En er worden delen van afgesnoept waarschijnlijk gewoon, waar dan allemaal kolonisten kunnen komen. En hetzelfde, dat doen ze op de westelijke Jordaan-oever. Dus ja, als dat volgens de definitie van... de VN niet een genocide is, ja, dan weet ik eigenlijk niet wat het wel is. Nou ja, kijk, het is dus Schrodinger's bezetting / genocide, of wat dan ook. Het is de ene keer dit en de andere keer dat. Hè? Zo, dit hebben we de vorige keer volgens mij al uitgelegd van hoe eigenlijk gewoon er nooit een normale rechtszaak over begonnen kan worden. Want dan is het in één keer wel weer dit en dan is het in één keer een land. Weet je wel? Ja, ja. Ofwel een oorlog tegen een land, ofwel gewoon een bezetting waarbij dan de bevolking in opstand komt. Ja, ja, het is het ene moment dit, het andere moment dat. Het is gewoon, je wordt gewoon moe van. Het is gewoon hypocriet. Ja, oké, maar Jan, jij had het een tijdje geleden erover dat je eigenlijk een Netanyahu-houding wilt aan gaan nemen over wat je als Nederland wel of niet kan claimen qua grondgebied gezien. Dus ja, gaan we ditzelfde ook doen als we eenmaal Vlaanderen erbij hebben met Wallonië? Dat we dan gewoon de grensgebieden tussen Duitsland en Frankrijk en Luxemburg met Wallonië dan afsluiten, weet je wel. En dan vernederen we dat hele stukjes gebied. En dan langzaam hakken we dan Wallonië steeds meer op. En dan doen we de Nederlandstalige kolonisatie in. Nou ja, ik denk altijd, kijk, we zijn toch laag land, dus des te lager het ligt van Nederland, des te meer laaglanden het is, dus dan hoort het erbij. Ja, gewoon helemaal tot aan het Roergebied. Ja, nee, nou, maar ik haat de Walen niet echt. Ik bedoel, ik snap wel hun geschiedenis. Dus het is ongelukkig dat zij denken dat ze per se Frans moeten spreken. Maar voor de rest, ja, zijn het toch etnisch gezien wel verwante mensen. Hè? Zeker, zeker. Het is gewoon van, kijk, het is voor de rest een leuk gebied en ooit heeft het ook zijn schoonheid. En dan bedoel ik niet, ja, ik bedoel, het heeft altijd nog zijn schoonheid bouwen. Maar toen had het ook bijvoorbeeld, het heeft zogezegd een glorietijd bijvoorbeeld zelfs gehad in de middeleeuwen, kun je stellen, et cetera. Misschien komt dat ooit wel weer een dag, maar... Nou, ik vind per se niet eens de Franszaligheid van de Walen vind ik niet zo'n probleem. Ik bedoel, als ze dan weer in heel Nederland zijn, dan kunnen we daar op vakantie gaan. Dan kunnen we voelen alsof we op vakantie zijn.
Want ja, we moeten allemaal met taal gesproken. Ja, gewoon vakantie in eigen land, dan zijn we autarkisch op vakantie, qua vakantieindustrie. is ook een stuk milieuvriendelijker, hè? Want het is gewoon in eigen land. We kunnen gewoon, ja, je zou er hypothetisch zelfs gewoon met de fiets naartoe kunnen binnen een dagje of zo, als je gewoon goed doortrapt. Ja. Maar voor het vakantiegevoel zou ik het dan wel aardig vinden om die walen ook allemaal van die rieten rokjes aan te meten en zo, zeg maar. Dat ze dan leuk kunnen dansen op tamtam muziek of zo. Ja. Hai, ja. Haya safari. Nou oké, dan gaan we nu nog naar het laatste onderwerp. Mark Zuckerberg erkent en verontschuldigt zich voor het navolgen van een censuurbeleid rondom COVID-19 onder druk van de Biden-administratie. Hij zegt, in 2021, senior officials from the Biden administration, including the White House, repeatedly pressured our teams for months to censor certain COVID-19 content, including humor and satire, and expressed a lot of frustration with our team when we didn't agree. I believe the government pressure was wrong, and I regret that we are not more outspoken about it. I also think we made some choices that, with the benefit of hindsight and new information, we wouldn't make today. Like I said to our teams at the time, I feel strongly that we should not compromise our content standards due to pressure from any administration in either direction. And we are ready to push back if something like this happens again. Nou, hij zit hier natuurlijk wel een beetje het beeld te vervormen, want deze censuur begon al eigenlijk al in maart 2020 met de uitbraak van de COVID. Dat was toen al merkbaar. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien dat hij dan zo expliciet naar buiten komt. Hè. Ik bedoel, er waren al gewoon dingen eerder uitgelekt via ja, gesprekken en dergelijke, waarin dit al duidelijk was geworden. Maar om dit zo expliciet door ja, de grote man binnen dat veld dat naar buiten te zien komen, is wel bijzonder. Maar laten we wezen, dankzij de aankoop van Twitter door Elon Musk, wisten wij natuurlijk al dat de overheid direct niet alleen Twitter volgde, maar ook gewoon actief censureerde, mensen verwijderde en zo berichten liet verwijderen. En dat ze dus Facebook op dezelfde manier hebben aangepakt. Ja, dat verbaast me natuurlijk helemaal niet. En het is natuurlijk ook zo van, ja, Mark Zuckerberg die zegt eigenlijk zo van, ja, we hebben vreselijke dingen gedaan, we hebben meegewerkt aan het, de allemaal gezondheidsproblemen veroorzaakt en zo. Nou, sorry hè. Denk je trouwens dat het samenhangt met de aanhouding van Pavel Durov? Want dat wordt ook gesuggereerd. Nou, maar hij heeft geen solidariteit met Durov uitgesproken, hè? Helemaal niet. En ik denk dat als ze de zo volgt, situatie zich weer voordoet, hè, van een of andere dingen waarvan de Amerikaanse overheid per se wil dat gecensureerd wordt, dan werkt Facebook weer even hard mee. Ik geloof er niets van dat dit nou een mea culpa is, waardoor die dit soort dikke gedrag niet meer zal vertonen. En dan komen we nu bij de ratelronde van Reinoud. Ja, Reinoud's ratelrondje, oftewel berichten uit het gekkenhuis. Mark Rutte was jarenlang premier van Nederland. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Hij is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Had hij wat met zijn tassendraagster of met haar zus? Misschien had hij het wel tegelijkertijd met de zusjes Hermans. Volgens de immer betrouwbare story zou hij een vriendje hebben gehad met de naam Robert. Maar aan alle speculatie kan nu een einde komen. In een documentaire op RTL werd onthuld dat Rutte samenwoonde met een jeugdvriend, ene Lodewijk Dekker. Nu kan dat de beste overkomen, maar nadat die vriend vertrokken was, bleek dat Rutte daarna de voorkeur gaf aan de moeder van zijn vriend. Jarenlang hebben zij samengewoond. Deed Mark hier een Emmanuel Macronnetje? De president van Frankrijk die als schooljongen verliefd werd op zijn schooljuf en uiteindelijk met haar getrouwd is? Of werd Markie verlaten en heeft de moeder zich liefdevol over hem ontfermd? Misschien wilde zij Markie dan wel aan een andere man koppelen. Ik stel me zo voor dat er dan dit gebeurd is. Het is alleen zo jammer dat mijn zoon Frank nog geen vrouw heeft, hè? Jammer, jammer. Ja, moeder, dat is heel erg jammer, hoor. Kijk eens, Frank, wat een leuke meneer daar zit. Niet wijzen, moeder. Niet wijzen. Ik zeg het wel, ik zeg alleen dat een leuke meneer zit, hè? Niet
Een vriendin van mij heeft een homoseksuele zoon en die heeft al jarenlang een vaste relatie, een vaste vriend. En ze zou gewoon niet anders meer willen, hè? Want je krijgt van een homo-schoonzoon zoveel meer liefde en aandacht en zorg. Je wordt veel meer vertroeteld dan door een schoondochter, hè? En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft, dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Nog een leuke meneer die daar zit? Niet wijzen, moeder. Nou, ga maar even de neus poederen, hè? Ja, moeder. Even de neus poederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Ja, ik heb geen lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Oh ja, moeder. Oh, die Paul de Leeuw, verschrikkelijk. Wat zei je? De Paul de Leeuw? Parallel. Ja, nee. Het is wel goed. Oh, parallel, ja. Ja, Paul de Leeuw komt er ook in voor, ja. Ja, net aan het einde. Het is wel goed. Volgende onderwerp. Stel, je bent een astronaut van de Amerikaanse NASA. En je gaat op missie naar het internationale ruimtestation ISS. Je wordt daar gebracht met de Starliner, een ruimtevaartuig van Boeing, een fabrikant die de diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, en die allemaal vliegtuigen produceert waar spontaan deuren uitvliegen, landingsgestellen in elkaar storten en motoren in brand vliegen. Ook de Starliner heeft inmiddels meerdere heliumlekken gehad en 5 van zijn controlesystemen zijn defect. De astronauten kunnen er niet mee terug naar de aarde. In armoede heeft de NASA na maanden van treuzelen SpaceX van Elon Musk gevraagd de astronauten weer op te halen. Maar de Starliner zit nog steeds gekoppeld aan het ruimtestation. En nu komen er ineens dit soort geluiden uit. Houston 2, I've got a question about the Starliner. Houston's with you, Butch, go ahead. It's a strange noise coming through the speaker. And I didn't know if you could connect into the Starliner and let me keep mic and let you hear. I don't know what's making it, but I don't know if it's something that maybe is connected between here and there making that happen. But anyway, can you do that? Dit is eigenlijk een extreem spookachtig geluid. Dit is het soort ding dat ik in een horrorspel zou... Als ik Alien zou spelen en dan draai in de hoek om en dan denk ik... Patoeng, dan zo'n sonageluid. Maar het klinkt haast alsof afval ergens aan tegenvallen. Een beetje een mix daartussen. Dit is het soort ding dat je echt in dat soort horrorspelletjes of zoiets zou krijgen. Waar het mij aan doet denken is Ocean Gate met die Titan Submarine. Die een jaar geleden... met een paar rijke mensen onder water ging en naar de Titanic zou afzinken, maar uiteindelijk gewoon kapot ging en dat bleek uiteindelijk gemaakt te zijn door een diversiteitsteam. Dat toen expliciet aangaf dat ze geen blanke mannen wouden met een militaire achtergrond om mee te helpen aan de bouw van zo'n onderzeeboot. En ze wouden inclusiever zijn. Hebben ze de enige technische directeur hebben ze toen ontslagen of zo. Maar zo is het bij Boeing ook. Hè. Bij elke reparatie, elke controle, hebben ze de hele tijd moertjes en bootjes over. En ja wat doe je met al die oefeningen? Ja, dat is leuk. Maar die een moertje voor. Dan heb je weer voor de volgende operatie extra of zo. En we gaan maar gewoon, sturen ze maar gewoon door. Het is gewoon Ocean Gate, maar dan in space. Ja. Ik had laatst een kort gesprek met nog een goede jongen voor de rest. Maar die kon niet geloven dat NASA de computer of zo kwijt was. Voor een van de eerste maanlandingen. En ik heb zoiets van, ik geloof dat er wel meer wat kwijt is. En wel meer dingen gebeuren. Maar ik bedoel, dit. Het is wachten op de dag dat Boeing de ISS-station gewoon neermaait met een andere knal. Ik bedoel, in de gloriedagen van Wernher von Braun, die zijn wel heel erg lang geleden bij NASA. Dat is echt niet te geloven. Ja, maar het lijkt er echt op alsof Cthulhu op bezoek komt of zo. Het is bijna een van die scènes uit Das Boot, dat de onderzeeboot wordt gevolgd door zo'n Britse zesteur. Het klinkt in ieder geval niet erg geruststellend. Volgende onderwerp.
Op TikTok, dat getikte platform, was er een hele trend van voornamelijk zwarte tikkers en tokkers die beweerden een truc te hebben gevonden om Chase Manhattan Bank geld af te troggelen. Je moest gewoon een ongedekte of valse cheque insturen, zodat geld zou worden overgeboekt naar jouw rekening. En daarna moest je dan het geld zo snel mogelijk via de geldautomaat opnemen voordat de bank de cheque zou hebben gecontroleerd. Dat duurt namelijk normaal gesproken een dag of twee dagen. Prompt stonden er hele rijen voor de geldautomaten van vooral gemelaniseerden die meenden met dit geniale plan snel binnen te kunnen lopen. Groot was dan ook de consternatie bij de betreffende handigers toen de bank zomaar ineens hun rekening in het rood zette voor soms wel meer dan $50,000. Ook dit kunnen wij dan allemaal live meemaken, aangezien deze slimmerikken ook weer tiki-toki video's hebben gemaakt van hun ontsteltenis. Zo kunnen wij ook nog ons voordeel doen met deze truc. Het levert ons weliswaar geen $50,000 op, maar het leedvermaak is onbetaalbaar. Ja, Afro-Amerikanen kwamen erachter dat zij niet de federale reserve zijn. Wat bedoel je? Het is gewoon geld. Ik haal geld uit de bank. Moet toch gewoon kunnen? Waarom niet? Waarom niet? Ja. Zo ging er eentje tekeer. Ja. Ja, dat is geen vrouw, man. Het is gewoon, ik heb al geld. Ik haal check uit de bank. Is toch gewoon goed? En dan waarom is bank niet weg? Ik snap niet. Ja, het is eigenlijk gewoon echt een... Shaniqua en Tyrone komen erachter dat ze niet Bernanke, Greenspan of Yellen heten. Ja, precies. Ja. Maar ik zit nu erop te wachten totdat Kamel Harry een speciale wet gaat opstellen om dit vreselijke blanke supremacisme van Chase Manhattan Bank aan de kaak te stellen. En de onschuldige fraudeurs toch maar eventjes schadeloos te stellen. Nou, hiermee zijn we weer door alle relevante nieuwtjes, controversiële meningen en meeslepende verhalen van de week 36 van 2024 heen. Dit was Wild Geraas en wij denderen weer voort als een trein door politiek incorrecte streken en over politiek correcte volidioten. Na de volgende week. Tot dan. Ik wil helemaal niet met de moeder van Lodewijk op de bank lopen rompelen. Ik wil luisteren naar Wild Geraas. Ha 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 ha!